Zo, dames en heren, een hele goede avond. De 21ste gaan we stemmen. Of althans, dan mogen we gaan stemmen. Zo moet ik het natuurlijk zeggen. Wie gaat er ook stemmen? Ja, anders is het natuurlijk met pik en veren de deur uit hier vanavond. Dat snappen we wel. Nou ja, de vraag is natuurlijk, waar landt die stem dan? En komt dat een beetje goed vervolgens als we onze burgerplicht gedaan hebben? Daar gaan we het eigenlijk vanavond over hebben met vier mannen die twee boeken schreven over één thema, die gemeentepolitiek. Ik ben Esther van Rijswijk, ik ben uw moderator vanavond. Deze avond wordt gestreamd, er hangen daar twee camera's, dat betekent dat dit allemaal zichtbaar is. En dat betekent ook dat we af en toe een beetje geforceerd tegen de heren gaan zeggen dat ze echt in deze microfoons moeten praten. Want anders dan horen de mensen thuis het niet. Ik wil toch iets meer over u weten ook. Dus eigenlijk met een hele platte vraag. Wie bent u en wat komt u doen? Want wat wilt u nou weten over de gemeentepolitiek? Als ik zeg gemeentepolitiek, en wat denk je dan? Wat schiet je dan te binnen? Nou, ik denk dan aan de wethouder. Die gaat over het deel van de beleid waar ik in werk, bijvoorbeeld. Oké, en maak je je erg zorgen over of denk je gaat allemaal goed? Ik denk wel dat er een hoop dingen beter kunnen. Bijvoorbeeld? Schuldenproblematiek. Schuldenproblematiek. Ik ben benieuwd of dat aan de orde komt. Wie bent u? Ik ben Rosanne. En ik zie dat er heel veel meer verantwoordelijkheden worden neergelegd bij gemeenten. En ik ben wel heel benieuwd hoe de sprekers vanavond denken dat we daar als inwoners toch grip op kunnen houden. Als inwoners dus, of de inwoners grip houden op al die decentralisatie, zeg ik dat zo goed? Ja, de volksvertegenwoordigers namens de inwoners. Oh, toch wel. Ja. Dus die raadsleden houden we er gewoon bij. Ja. Ja, oké. U, aanvulling of niet? Ik ben kandidaat raadslid. Dus ook bezig met die verkiezingen. Ja. Alleen wij hebben pas over een half jaar verkiezingen, omdat we gaan fuseren. Ah, ja. En een van de twee boeken gaat ook heel erg over, heeft de fusie nou heel veel nut? Kleine gemeentes die het niet meer aankunnen als je er groot wordt. Heeft dat wel positieve effect of is eigenlijk vooral voor de ambtenaren en de politici zelf? Ja. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Oké, we hebben decentralisering, we hebben schaalvergroting, we hebben schuldenproblematiek. Waarom werd zo gegniffeld daar in die hoek? Over hier? Dat er een kandidaat was, een echte politicus. Ja. Iemand nog iets waarvan die zegt, nou daar kom ik echt voor. Dus ik hoop echt dat dat vanavond aan de orde komt. Het specifieke van de kleine dorpenpolitiek, daar de brain drain en de clans en de achteruitgang van die dorpen, om daar voldoende kwaliteit in te houden in het bestuur. Oké, dorpenpolitiek. Ik ben zo oud en dement dat ik het hierbij laat, want anders kan ik ze niet eens allemaal onthouden. Dus ik ga ze ook nu opschrijven. We hebben dorpenpolitiek en klein en zo, we hebben decentralisatie, we hebben schaal en we hadden wat nog meer schulden. Daar moeten we toch zeker even over hebben. Mooi. Gaan we doen. Zoals ik zei, met vier mannen die twee boeken schreven over hetzelfde thema. En die ga ik aan u voorstellen. Ik wil graag beginnen met Martijn Bolkestein. Kom even hier zitten als je wil. Fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad Bloemendaal. Ja, consultant voor Berenschot. Meindert Venema, jouw co-writer. Kom erbij, ga daarnaast zitten. Jullie schreven samen het boek Dorpspolitiek, het eerste daarboven links. Emeritus hoogleraar politicologie zat ook een tijdje in de fractie van GroenLinks, ook in Bloemendaal. Ik denk dat er weinig GroenLinksers zijn die zo rechts kunnen samenwerken als Meindert Venema, of niet? Schreef ook een boek met Bolkestein en Cliteur. Zit hier met een VVD'er. Nog een Bolkestein. En nog een Bolkestein, ja. Goed, we gaan vanavond kijken wat dat oplevert, zo'n samenwerking tussen GroenLinks en de VVD. Daarnaast het boek Gemeente in de Genen, u ziet het hier rechtsboven, Wim Voermans, kom erbij, en Geerte Waling. Wim, als jij even daar wil gaan zitten, Geerte hier. Wim Voermans is hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Leiden. En heel kritisch lezen we regelmatig nu in de krant op de regering over de afschaffing van het raadgevend referendum. Gaan we het vanavond, misschien komt dat ook nog even aan de orde, maar dan wel op gemeentepolitiek niveau. Dus dat weet ik niet of dat wat wordt. Geert Waling, daarnaast historicus, ook bij de Universiteit van Leiden. En schrijft onder meer columns voor Elsevier, Volkskrant. En ik zag nog even snel zo googelend. Jij vindt een partij een achterhaald vehikel voor de democratie. Ja, absoluut.
Ik denk dat het partijen zelf blijven bestaan, maar ik denk dat het vooral de fracties zijn die blijven bestaan. En de partijen als maatschappelijke organisatie, die zijn aan het verdwijnen. Ja. Die gaan verdwijnen. Ja. Nou, hebben we meteen een voorspelling te pakken. Ik ga even terug hier naar de twee heren, Bolkestein en Venema, die GroenLinks en VVD trekken samen op. Dat kan toch eigenlijk niet goed zijn voor de democratie, als die twee uitersten zo dicht tegen elkaar aan zitten de hele tijd. Uitstekend voor democratie. Ja? Het boek gaat, het is geen politiek boek, hè. Het boek gaat over hoe de politiek functioneert. En hoe de politiek op dit moment op dorpsniveau niet functioneert. Ja. En dan hoef je niet links of rechts te zijn om daar waarde aan te hechten. Als je waarde hecht aan democratie, dan is dat genoeg. Oké. Hoe moet ik het duo Voormans en Waling zien? Zeer betrokken burgers in eerste plaats. Plus nog wetenschappers, dus dan doe je daar ook wat mee. En met het doel om niet alleen ingewikkelde wetenschappelijke stukken te schrijven, maar ook in een publieksboek eens een keer uit te leggen met mooie historische anekdotes, hoe het nou eigenlijk zo gekomen is dat we zo die lokale politiek allemaal zo. Dat die zo belangrijk voor ons is. En dat we die. En hoe het nou komt dat we denken dat die tegelijkertijd dat allemaal heel slecht gaat daarmee. Ja. Daar zijn we het helemaal niet mee eens. Nee. Wim, ik hoop dat het lukt met die microfoon. Ik zag je al helemaal in gevecht daarmee. Want jullie boek zit ook veel historie in. En eigenlijk zegt Geert het ook al. Het is niet allemaal, het gaat helemaal niet zo slecht. Even heel kort, het gaat allemaal zo goed. Waar moeten we echt heel blij mee zijn? Dat is misschien ook weer wat veel gezegd. Het gaat heel erg goed. Maar we moeten ons niet arm rekenen. Nee. Als je kijkt naar ons verleden en naar waar we nu staan, heeft Nederland een hele bijzondere democratie. Die is echt anders dan in andere landen, qua karakter, qua dynamiek. We maakten een grapje in een interview, je kunt het heel erg goed zien. We zaten ergens in een groot gebouw in Amsterdam-Zuid. En toen zei ik van nou, was Geert er misschien die zei, wat doen jullie nou als het plein hier onderstroomt? Ja, dan gaan we naar buiten, dan gaan we dat proberen te kijken wat we doen. Gaan we dweilen. Nou, in Frankrijk belden ze iemand op. Dat is het grote verschil. Wij hebben echt een democratie van onderop. Die moeten we niet idealiseren of romantiseren. Dat is wel een kwetsbaar iets. Dat hebben we in Nederland nog. Dat moeten we koesteren. En je moet dus uitkijken als je daaraan gaat lopen sleutelen. Met allerlei goede bedoelingen. Door enorme fusies aan te gaan. Of dat burgerschap van onderop. Dat het eigenaarschap onder druk komt. En daar maken wij ons zorgen over. Om een aantal bewegingen die dat misschien onder druk gaan stellen of teniet doen. Ik ga even ook zo'n grove streken even, waar staat onze gemeentelijke democratie nu? Dan gaan we daarna de diepte in om echt te analyseren van nou, waar kan het dan eventueel beter? Maar Martijn, voor jou, hoe staat het ervoor? Nou, ik vind het fijn te horen dat Wim Voormans zo positief is. Je kan wel zeggen, gegeven hoe het systeem op dit moment werkt, is het een wonder dat het nog zo vaak zo goed gaat. Laten we dat op die manier verwoorden en niet. Er is eigenlijk niet zoveel reden om je zorgen te maken. Je kan meer zeggen, als je ziet hoe de hele wereld professionaliseert, inclusief de overheid die ook professionaliseert. Het enige wat niet mee professionaliseert is het bestuur van de gemeente. En dat zijn dus de raadsleden. Dat zijn nog steeds amateurs. En hoe dat dan toch nog, en die staan ook bovenaan top van zo'n gemeente, en hoe dan toch die verhouding van een klein groepje amateurs in de avonduren die een gemeente moet aansturen van enkele honderden professionals, hoe dat dan toch maar goed blijft gaan in heel veel gevallen. Dat is eigenlijk een wonder. Dat is niet omdat het systeem zo goed werkt. Okay. Dit is de politicus hè, van Cel. Meteen even scherp op. Ja, je wilde ook meteen reageren. Ik wil er één ding over zeggen. Er was een vraag zojuist. Hè, van die decentralisaties. Al die taken die naar de gemeente zijn gegaan. 4 jaar geleden, de historiciteit moet je ook meenemen. 4 jaar geleden of 5 jaar geleden dachten we allemaal, dat gaat dringend mis. Dat kan niet. Dat is een bezuinigingsoperatie. Kijk nu eens even rond. Dat is niet ideaal geregeld, maar het kan dus wel. Als je kijkt naar de kracht die er in gemeente zit om dit soort grotere taken en verantwoordelijkheden op te pakken, dan kunnen we daar van allerlei beelden op afsmijten van amateurs en gedoe en zo. Maar daar kijk ik naar, samen met Geert, dat je kijkt van, hey, dat kan dus toch wel. Dat is echt bestuur van onderop met al zijn beperkingen. En dat moet je dus koesteren in plaats van daar dat weg te zetten als amateurisme of iets wat niet kan. De kracht ervan is de laatste 4 jaar bewezen. Het verschil wat ik bij jullie proef is, er zit kracht. Er gaan dingen van, ik zou je zo graag willen helpen, maar. Daarom hebben we dat boek samengeschreven. In mijn eentje ben ik hulpeloos. Vincent, als je nog een oplossing hebt voor deze. maar ik hoor daar, er zit veel kracht en dat moeten we ook koesteren. En misschien, ik hoorde je denk ik ook zeggen iets van, en we moeten oppassen dat we geen dingen met het badwater weggooien of zo. Ja.
Hier zeg, jij zegt echt van, nou, het is eigenlijk een wonder dat het goed gaat. Want, toch? Ja, en ik zeg het niet omdat ik zo graag wil debatteren en of het niet eens zijn met de heer Voermans. Hij heeft een prachtig boek geschreven. Maar hij geeft een heel slecht voorbeeld nu. Want die drie decentralisaties, dus van jeugdzorg en van maatschappelijke ondersteuning en van langdurige zorg, die zijn weliswaar naar de gemeentes verplaatst. En de ambtenaren doen daar weliswaar heel goed werk in de instellingen om dat efficiënt en goed en op de plaats te organiseren. Maar de lokale politiek heeft daar niets mee te maken. Het is helemaal niet zo dat de lokale politiek daar nou zo heel veel inbreng op heeft. Dat hebben we aan de ambtenarij te danken. Dat is organisatorisch goed opgelost, maar daarmee is het nog niet verbonden met de lokale bevolking. Okay. Meijnerd, jouw grove schets van hoe staat de gemeentepolitiek ervoor? Het grootste probleem is in mijn optiek dat er geen lokaal gezag meer is. En ik geef u een voorbeeld uit mijn eigen dorp. Daar was in de gemeenteraad werd er gesproken over de juristen, de ambtenaar-juristen van gemeente Bloemendaal. En een van de raadsleden die duidde deze juristen aan als het lakmeisje. Omdat die juristen de namen door moet lakken van mensen die in geheime stukken staan die men toch in wil zien. En er schijnen er nogal wat te zijn in Bloemendaal. Lakmeisjes bedoel je. Maar toen dacht ik, 50 jaar geleden zou dat ondenkbaar zijn geweest dat iemand een ambtenaar als lakmeisje aanduidt. En dan zou zeker de burgemeester gezegd hebben, ho ho mevrouw Roos, zo spreken wij niet over onze ambtenaren. Dat gebeurt niet meer. En mevrouw Roos is een goede weergave van wat we zo al in heel Nederland tegenkomen? Het is een pars pro toto. Daar ben ik totaal niet mee maar eens. Maar daarmee trouwens beledigt u ook een hele hoop andere raadsleden. Nou, ik heb met mevrouw Roos ook bij Buitenhof in debat gezeten. En zij heeft, laten we zeggen, een activistische opstelling. Wie weet niet wie mevrouw Roos is? En dat, we hebben zo'n in-crowd hier. Iedereen weet vanavond. Iemand. Ja, we hebben achterin. Kunt u even uitleggen aan mevrouw achterin wie mevrouw Roos is? Nou, dat kunnen de heren hier beter, maar die doen dat waarschijnlijk minder objectief. Er is een grote strijd in Bloemendaal gaande rond het landgoed. En dat is allemaal een heel uitgebreid verhaal. Maar het punt is, er is een afsplitsing van een lokale partij. Die is nu eigen lokale partij, Hart voor Bloemendaal, geleid door Marilies Roos. En die heeft nogal veel moeite met het gemeentebestuur. En inmiddels ook met de rest van de raad, geloof ik. En daar is nogal jarenlang is daar een hele pijnlijke kwestie. Zijn inmiddels zijn we aan de vierde burgemeester in 4 jaar tijd of zo toe. En jullie moet ik zeggen. En dat kunnen we ook allemaal in het boek Dorpspolitiek wel teruglezen van die kant. En mevrouw Roos heeft er zelf ook een boek over geschreven. Dus alle kanten kan het onderwerp bestudeerd worden door iedereen. Het is ook zeer aan te raden als casus. Maar juist niet als pars pro toto, denk ik. Omdat het juist een uitzonderlijke situatie is dat er in zo'n gemeente zo niet uitzonderlijk in de zin dat het uniek is. Er zijn een paar andere gemeenten waar het speelt. Wordt altijd meteen naar Wassenaar verwezen. En we zijn al genoeg voorbeelden. We hebben ook nog eens gekeken naar Wageningen. En Leiden heeft ook in het verleden nog wel eens een vervelende periode gehad. Dat er gewoon langslepende conflicten zijn die vaak persoonlijk zijn. Die draaien om personen, die botsen, die elkaar niet kunnen uitstaan. En dat gebeurt natuurlijk wel. Maar dat is niet gezegd dat dat voor alle gemeenten geldt. En dat is ook meteen het probleem met de gemeentepolitiek, maar daar gaat mijn stelling straks ook over, dat je dat niet zo kunt generaliseren. In die zin, wij doen het ook een beetje in ons boek, maar vanuit het historisch gegroeid concept, waar komt dat nou vandaan, die gemeente? En in hoeverre kun je daar in het algemeen iets analytisch over zeggen, van hoe de democratie bij ons werkt. Maar niet wat de problemen zijn op dit niveau, zou ik zeggen. Oké, maar dan toch even terug weer mijn. Dus je zegt dat het een pars pro toto. Wat is dat dan? Een querulant waar ik mee begon, dat er geen gezag meer is. Er is geen lokaal gezag meer. Wij beginnen ons boek met een citaat van een politicus, ook uit Bloemendaal, die zegt over de burgemeester, ja, als je een Bloemendaal burgemeester bent, dan heb je het maatschappelijk niet echt gemaakt, toch? De toon van het debat? Nee, de burgemeester heeft geen gezag meer. Hij zegt niet hup, eruit. Bijvoorbeeld. Ja. En wat gaat er mis als dat gezag er niet meer is? Nou, dat iedereen maar doet waar hij zin in heeft. En dan krijg je uiteindelijk het recht van de sterkste. En de kern van een rechtvaardig staatsbestel is dat het niet het recht van de sterkste is. Toch een oud-communist zou horen pleiten voor meer gezag. Ja. Ja, ja. Zo van zie een je burgervader, nou. Nou ja,
Nou ja, maar dat is... Zover is het al gekomen. Ja. Dat een oud-communist moet pleiten voor meer gezag. Dan moet er wel echt wat aan de hand zijn. Ja, het wordt ik denk dat dit de running gag van de avond wordt. Dat gedoe met die microfoons. Vincent, ik laat het helemaal aan jou over. Goed, geen gezag meer. En daardoor kan niet iedereen meepraten. Want dat is eigenlijk het verwijt wat mevrouw Roos maakt. Iedereen kan meepraten, alleen het recht van de sterkste gaat gelden. En hoe werkt dat dan? Omdat er geen gezag meer is. Jezus, ik vind hem ingewikkeld. Wie is de sterkste dan in dit geval? 1 raadslid tegenover de rest? Nou, zou ik het voorbeeld wat uitwerken? Als je erin slaagt om de burgemeester weg te pesten... Mm-hmm. Want dan mogen we toch van de burgemeester 4 jaar geleden in Bloemendaal zeggen... dat ging over die vergunningsaanvraag. Het gaat niet eens zo heel erg om wat er toen precies gebeurd is. Het gaat erom dat er een burgemeester was die in feite gewoon het beleid van de raad uitvoerde... en namens het college het woord voerde... waar op een gegeven moment steeds negatiever en geringschattender over werd gepraat... en die is op een gegeven moment afgetreden. Ja. Vanwege die negatieve berichtgeving. Dat was natuurlijk op Facebook, Twitter... Het was ook wel in de krant, het was vooral op sociale media. Dus de democratische processen krijgen gewoon geen kans meer. Wat moet dan een ambtenaar denken die op het gemeentehuis werkt... en die vergunningsaanvraag waar de burgemeester net op gesneuveld is, moet behandelen? Hoe kan die ambtenaar ooit zijn werk nog doen als hij weet... de burgemeester is hierdoor net weggepest? Ja. Hoe veilig is zo'n ambtenaar? Kan hij dan nog iets doen? En vervolgens, als die ambtenaar vervolgens zich zwak voelt... wat denken dan de volgende vergunningsaanvragers? Die denken... Ik heb een goede manier als ik nee krijg als antwoord van deze ambtenaar. Dan ga ik op zijn minst naar de burgemeester. En als ik die ook nee krijg, dan begin ik mijn offensief in de media en op de social media. Helder. Dan is het geen gevecht meer zoals dat in een democratische arena. Yep. Als je dat zou willen, maar dan wordt het op andere manieren en dan gaat de sterkste winnen. Andere zaken die jullie in het boek behandelen waarvan jullie zeggen van... nou, dit is echt waar we met z'n allen goed naar moeten kijken. Nou, het lokaal gezag? Het eerste wat ik zei over het lokale gezag, eigenlijk de 2 belangrijkste factoren daar zijn toch zijn de gemeenteraad en de burgemeester. En die hebben een zekere wisselwerking met elkaar. En waar ik het meest wil benadrukken is dat een gemeenteraad bestaat uit amateurs. Dat is de bedoeling. De bedoeling is dat de gemeenteraad de schakel... Dat was geen scheldwoord, want zo werd het misschien een beetje opgevat. Ja. Of niet? Het is zeker geen scheldwoord. Het is juist wat we graag willen in Nederland. En trouwens, je ziet hetzelfde principe zie je bij de Amerikaanse juryrechtspraak in België. Dus dat ook. Je wil graag dat die gemeenteraadsleden de schakel zijn tussen de inwoners en het bestuur. Dus het idee dat je gemeenten moet opschalen, raadsleden meer professioneler moet maken... zodat ze die functie beter, dan worden er een soort veredelde ambtenaren... De bedoeling is nou juist dat die raad bestaat uit amateurs die de schakel zijn naar de professionele organisatie. En die zijn steeds meer in het gedrang gekomen. Want het werk wordt steeds moeilijker om te doen in de avonduren erbij. En dat verzwakt dus de democratie. Oké, dus de positie van die raadsleden die misschien te veel op hun bord krijgen. Heeft dat met die schaalvergroting te maken? Of hoe komt het dat die druk zo veel groter is geworden? Het heeft te maken met een aantal ontwikkelingen tegelijkertijd. Een ervan is dat... alles professioneler wordt. Mensen hebben steeds hogere verwachtingen. Het thema van vandaag is dat gemeentes geen koekjesfabrieken zijn. Maar aan het product van de gemeente, de dienstverlening, worden steeds hogere eisen gesteld. Mensen zijn steeds minder tevreden als ze nee te horen krijgen. Ze gaan steeds vaker in debat. En ze stellen steeds hogere eisen ook aan de overheid. Ja. Maar op diezelfde manier wordt ook de democratische besluitvorming de hele tijd steeds sterker onder de loep genomen. Ja. Ja, en je moet bedenken dat mensen die nu op de lijst staan, daarvan is waarschijnlijk wordt de helft als eerste gekozen, het meest 4 jaar geleden meegemaakt, in een gemeenteraad. Die hebben geen opleiding, die hebben geen training, zijn daar niet beter op voorbereid dan wie dan ook in deze zaal, maar moeten wel dat werk gaan doen op een professionele manier. Oké, we eisen steeds meer van ze. Ja. Wim Voermans, andere dingen waarvan je zegt, nou, er staat, hier moeten we echt naar kijken bij die gemeente. Hier gaat het niet goed. Ja, ik wil toch wel op het laatste aansluiten. Ja. Ik denk dat het een beeld is wat veel mensen delen. Ik heb een onderzoek mogen doen voor de VNG. Daar kreeg ik veel professionele bestuurders. Zaten in die denktankcommissie van de VNG. En die jeremieerden werkelijk over wat hen gebeurde. Aan de ene kant ondank. Je doet je stinkende best als professional in een steeds groter wordende gemeente. Om ervoor te zorgen dat het de burgers goed hebben. Dat er dingen gebeuren, ook die taken die opgepakt worden, de grotere verantwoordelijkheden. En dan aan de andere kant, de spelletjes in de gemeenteraad.
Ik maak er nou even dat frame van, omdat dat frame wordt steeds belangrijker. Je ziet dat het professionele bestuur, dat wordt steeds efficiënter, steeds beter. Daar zitten steeds hoger opgeleide mensen in. En de relatieve kloof tot aan de amateurs in de gemeenteraad wordt groter. Wat is daar nou de uitdaging van? Je zou kunnen zeggen, we moeten vriendelijk en aardig blijven voor elkaar en er moet gezag zijn. De uitdaging daarvan is de politiek te zoeken, de politieke keuzes. Dat moet je met elkaar zien te articuleren. Dus zo'n professioneler bestuur, wethouders en burgemeesters moeten snappen dat zij eigenlijk... Het moeten uitleggen aan die amateurs. Nou, de hele uitleggen is het verkeerde woord. Dat ze de issues naar voren moeten doen. Ik had pas geleden Harry van der Molen, die zit nou in de Tweede Kamer, die moest dat in Leeuwarden doen. Die probeerde echt de politieke vraagstukken neer te leggen. Hè? En niet in die dossiers die maar de gemeenteraad in te rijden. En dan boos te worden als ze het niet snappen of niet snel genoeg zijn. Maar jij keert hem echt om. Want hier ik draai hem echt om. Het is het amateurisme van de raad. Ja. Jij zegt nee, het is het overmatige, professionele, beleidsachtige, bestuurlijke van die wethouders. Die werelden drijven, en niet in de stad Amsterdam... Maar die werelden drijven de middengrote en de kleine gemeenten steeds verder uit elkaar. Okay. Die kleinere gemeenten kunnen en moeten professionelere bestuurders kopen op de markt. Mm-hmm. Maar die zien hun eigen wereld ook... Ja, die hebben niet zo'n ingang voor lager opgeleide mensen dan zij. Ze hebben ook een agenda die nerveus is. Dus daar ontstaat een frictie tussen die twee werelden. Yeah. Nou, dat overbruggen is een uitdaging. Ik heb daar niet een kant-en-klaar recept voor, maar dat neem ik waar. Dat die werelden uit elkaar drijven. Hebben we hier zijn jullie dan beter over eens? Of zeggen nee, dat is het probleem niet, dat het uit elkaar draait. Dit klopt ongeveer. Misschien kan ik eens kort schetsen hoe dat dan gaat, zo'n voorstel in de gemeenteraad komt. Dat is dan een bepaald beleidsstuk dat moet worden geschreven. Dat gaat over de sportnota, of hoe je met cultuur omgaat, of met ruimtelijke ordening. Dan heb je een ambtenaar die daar maandenlang op zit te broeden en uit te werken en uit te schrijven. En dan komt er bij zijn wethouder uit. Als de wethouder uiteindelijk is overtuigd en dan mag het naar de raad, dan is dat stuk is al maanden aangewerkt, al één of twee keer gediscussieerd in het college tussen de wethouders. En dan komt het als een uitgewerkt stuk naar de gemeenteraad. En dan wordt er eigenlijk wel verwacht en toch gehoopt. En dan zitten die ambtenaren een beetje met hun vuisten gebald en hun tenen in elkaar, tegen elkaar geknepen. Of die stomme raad het nou wel begrepen heeft. Ja. Wat er in dat stuk staat. Want ze worden eigenlijk gewoon geacht hun hand op te steken. En als er dan eens een hele rare wending aangegeven wordt, ja, maar we willen überhaupt niks met muziek in deze, of we willen juist hem, ja, dan is dat dus een enorme tegenslag voor die ambtenaren. Dus die ambtenaren en die wethouders zullen er alles aan doen om dat stuk, om dat nog een keer uit te leggen aan die koppige raadsleden. En dat functioneert niet goed. Daar moet iets aan veranderen. Ja, op dat en punt hoe noemde je het nou? Eens. Ze moesten niet politiek bedrijf, maar ze moesten de oplossing is... Politieke vraagstukken van maken. Snappen dat er keuzes zijn. Er zijn altijd keuzes. Ja. En niet, je moet niet het uit het beleid tillen. Ja. Moet en wij hebben het voorbeeld in Arnhem genoemd. Er komt een knul, noem ik hem werkelijk, van de TU Enschede. Die is daar wethouder geworden. En die gaf gewoon college. Ja. Tijdens aan de raad. Gewoon zo'n spreadsheet. Het kon niet anders. Dus vier colleges zijn er, of drie colleges zijn erover gestruikeld. Een burgemeester weg. En ja, de raad, dat was ruzie, want het lag aan de raad. Nee, het lag aan die man. Die was gewoon college die aan het geven. Die gaf college. Ja. Het is sowieso wel een probleem, dat, je hoort heel veel klachten van bestuurders. Veel burgemeesters, zelfs commissaris van de Koning. En die komen er vaak op neer op versplintering in de raad. Hè. De raad is altijd het probleem, altijd gedoe. Kop van Jut eigenlijk, zoals jij ook al hebt geschreven. En, dat is een, en die zeggen, vinden zichzelf dan heel apolitiek. En die denken dan echt dat er een verschil is tussen het apolitieke bestuur, dat is goed... apolitiek, alle neuzen dezelfde kant op, en die vervelende raad die dan dwars ligt. Ja. En die raad die wordt eigenlijk meer of meer, ik sluit daarbij wel aan op wat Martijn Bolkestein zei, wordt eigenlijk, je zou zelfs kunnen zeggen, een soort medezeggenschapsorgaan bijna. Altijd heel vervelend, maar er moet inspraak zijn, zoiets. Terwijl volgens de wet is de raad gewoon het hoofd van de gemeente. En daar zit heel veel frictie tussen. Nou, hier zijn jullie het over eens. Mijn twee boeken, we gaan ze natuurlijk allebei lezen, maar zijn er... Wat is nou het grote verschil? Of heb je gemeente in de gene niet gelezen? Jawel. Het grootste verschil is denk ik dat wij toch vanuit als ervaringsdeskundigen schrijven. Het gaat niet over Bloemendaal, hè? Alleen maar. Dat nee. Dat is ook een pas pro toto. dus het gaat er gewoon om dat je probeert te zien wat er historisch gebeurd is. En nogmaals, ik... Hou staande dat het grootste probleem niet bij de raad zit, maar bij het gezag.
Nou, dat proef ik hier net in de voorbeelden toch ook een beetje. Er wordt college gegeven. Maar goed, jij zegt het gebrek aan gezag. Ja. En daar wordt de kloof moet vanuit het college gedicht worden. Het college moet weer gezag krijgen. De burgemeester moet weer gezag krijgen. Welk boek moeten we gaan lezen? Toch nou, dat van ons. Ja, natuurlijk. Ja, dat van hun. Dat van hun, dat van hun. Wat leren we? Ja, gewoon dat van hun. Martijn, wat leren we in jullie boek wat in het andere boek toch niet helemaal goed naar voren komt? Nou, we een andere accenten hebben we. Marinder zegt het net vrij aardig. Wij hebben veel meer casuïstiek. Dus wij gaan ook. Voor de voorbeelden moeten we naar Dorpsburg. Wij geven ook het wel de voorbeeld Bloemendaal. Ook wel de historische achtergrond. Nee, het gaat zeker niet alleen over Bloemendaal. We maken een tour door Nederland. We hebben ook vrij veel mensen gesproken. Burgemeesters uit verschillende steden. Dus we geven heel veel verschillende voorbeelden door Nederland. Maar toegegeven, onze ervaring is met Bloemendaal. Dus die liepen wat verder uit. We gaan ook wel in op de geschiedenis en zeg maar, de meer wetenschappelijke beschouwing. Maar bij ons krijgen ook gewoon de casussen erbij. Geerte, waarom jullie boek eerst? Nou, omdat wij denk ik, wij geven veel meer geschiedenis ook. Met historische voorbeelden, anekdotes. Om te laten zien dat het echt de gemeente in de genen zit al sinds de middeleeuwen. En dat we pas 200 jaar een eenheidsstaat zijn. En eigenlijk is dat het project van die eenheidsstaat nog steeds, in ieder geval de laatste eeuw, een beetje afgerond. Maar we zijn al veel langer, zijn we decentraal in Nederland heel sterk. En ook vrij democratisch georganiseerd. Uitgaande van zelfbestuur, eigenaarschap van het lokale bestuur, waar alle burgers mee kunnen doen. Dat is denk ik een traditie die je moet koesteren, ook die je moet begrijpen om te snappen waarom die gemeenteraden nou zo belangrijk zijn, ook waar die conflicten vandaan komen nu. En ook iets wat je moet koesteren, waardoor je meer waardering en respect voor die raadsleden zou kunnen krijgen. Wat ik nu helemaal niet. Dus we hebben de kloof tussen het bestuur en de raad, hebben we gehoord. We hebben een gebrek aan gezag gehoord. Maar ik hoor de kloof tussen überhaupt wat er in zo'n gemeentehuis en de raad en het bestuur en de burgers, daar heb ik jullie helemaal niet over gehoord. Dat gaat allemaal lekker? Nou. Ja, daar wordt ja geknikt, daar nee. Ik zei nou. Nee, maar mijn dat zat echt ja te knikken. Ging echt lekker, hè? Ja. En mensen stemmen niet meer. Nee. Ja. De helft van de mensen stemt niet. Jawel hoor, allemaal. Ja. Nou ja, dat er kijk, wordt geroepen het voorbeeld van Froome. Wat is het voorbeeld van Froome, meiden? Nou ja, in Engeland is een stad die ligt vlakbij Bristol en die heet Froome. En daar heeft een lokale partij meegedaan in 2011. En die kreeg de eerste keer dat ze meededen meteen 10 van de 17 zetels. En die hebben vervolgens de onroerend goedbelasting drastisch verhoogd. En zijn die stad aan het opknappen gegaan. Maar hebben ook die burgers heel nauw betrokken. Juist, toch? Juist. En niet met burgerparticipatie zoals wij dat neigen te zien. Namelijk dat de gemeente een plan heeft en dan zegt tegen de burgers, wat vinden jullie van het plan? Maar daar zeggen ze van, ze hebben daar ook volksvergaderingen waar je dus een pitch kan doen, zo heet dat tegenwoordig. Dus als je een plan hebt, dan, en dat heeft te maken met het verbeteren van de stad, dan kan je dat naar voren brengen. En als de gemeenteraad daarover besluit, in positieve zin over besluit, dan krijg je bij wijze van spreken 50.000 euro. En daar heeft de gemeente ook, heel grappig, een fondswerver aangetrokken, die dan vervolgens voor dat project fondsen gaat werven van buiten de gemeente. Dus daar zie je dat het hele, wat wij burgerparticipatie noemen, dat is eigenlijk gewoon een gevolg van die professionalisering, waarbij de professionals helemaal niet meer weten wat de burgers vinden. Dus die gaan dan maar eens een bijeenkomst organiseren om te kijken of ze het erdoor krijgen. Dat is eigenlijk in grote lijnen wat bij ons burgerparticipatie heet. Ja. En ja, dat vind ik. Maar dat hele woord is tot nu toe niet gevallen. En we zijn aan het eind van dit eerste deel. Dus we zijn heel benieuwd of we jullie zo meteen gaan de heren allemaal hun oplossingen pitchen. Dus ik ben heel benieuwd hoe vaak het woord burgerparticipatie daar valt. Of Froome terugkomt. Dat houden we even als een cliffhanger. Houden we dan dat nog vast. Ik wil jullie uitnodigen om weer hier te gaan zitten. We hebben een columnist. Waar te gaan zitten. Of we gaan weer mogen lopen. Een brug naar het volgende onderdeel gaat brengen. Dus dan komen we daarna terug met de oplossingen. En dan komen we zeker ook bij jullie. Maar ik wil nu aan jullie voorstellen, jullie kennen haar, schrijver, journalist en columnist bij de Telegraaf, Nauska Marbe. Zij debatteert heel scherp mee in het cultuur- en integratiedebat en laat vanavond haar scherpe blik eens over de gemeentepolitiek gaan. Dit katheder is voor jou, ga je gang. Ja, applaus, heel graag. Dankjewel.
Kijken of dit lukt. Toen Meindert mij vroeg voor een praatje bij het verschijnen van het boek dat hij samen met Martijn geschreven heeft. En hij dacht zelfs van een betoog van zo'n 2 uur. Neem de tijd, zei hij. Was ik vereerd. Vooral omdat ik dacht, wat weet ik nou van de gemeentepolitiek? En gelukkig denkt Meindert er heel anders over. Ja, natuurlijk, de landelijke politiek volgde ik op de voet. Maar wat dicht bij huis politiek wordt besloten, dat staat vast ver van me af, dacht ik. Gemeentepolitiek, het woord al. Daar zit geen jota poëzie in. Dat is niks. Daar zit gewoon... Het is zo amusisch en prozaïs als maar kan. Tja, de gemeentepolitiek volgde ik even vlak voor de verkiezingen. En verder was de gemeente er om een paspoort te halen, parkeervergunningen te regelen en voor het jaarlijkse kat-en-muisspel rond de belastingheffing van mijn bescheiden optrekje, dat in de ogen van de gemeenteambtenaren een waarde heeft dat me elk jaar mezelf rijk doet rekenen. Maar dat is natuurlijk te kort door de bocht. Gemeentepolitiek is overal. Om te beginnen bij de bushalte die onlangs voor mijn huis is geplaatst, zonder aankondiging, maar nog belangrijker, zonder prullenbak. En sindsdien ruim ik dagelijks een vuilnisbelt van anderen op, slalomend tussen de scooters en fietsen die de toegang tot mijn voortuin blokkeren. Ik heb met de gemeente gebeld en geschreven, maar ze geven niet thuis. En toen ik eindelijk iemand te pakken had, vertelde ik over wat ik allemaal aantref op straat en wat ik allemaal oppak. En toen zeiden ze, de ambtenaar zei, dat is uw mening, mevrouw. Wij hebben hier wel een heel andere mening. Aha. Dus verzamel ik alle meningen van het trottoir in een vuilcontainer die ik binnenkort samen met mijn buren in de publiekzaal van de gemeente zal storten. En eens kijken hoe de meningen daar rollen en verdeeld zijn. Dus ja, ik had meer te maken met het boek van Dorpspolitiek van Martijn Bolkestein en Meindert Venema dan ik oorspronkelijk dacht. Ik heb zelfs per ongeluk een roman over gemeentepolitiek geschreven. En dat kan je overkomen als je hoofdpersoon stadsarchitect is. En toen ik het doorhad dat mijn liefdesroman eigenlijk ook relief kreeg door de perikelen, de politieke perikelen rond deze hoofdpersoon, verdiepte ik me in de Haarlemse ruimtelijke ordening. Behoorlijk saai vond ik het wellicht onterecht, want hier spreekt een leek die actie wil en sensatie. En daarom besloot ik in mijn boek erop te los te fantaseren over grootschalige fraude, corruptie en bestuurlijke top die alles onder de pet houdt. Het manuscript was ingeleverd. Ik genoot een vredige vakantie in Umbrië, toen op mijn iPhone-scherm de Haarlemse gemeentepolitiek verscheen via een bericht in NRC Handelsblad. Een affaire. Zeker de helft van wat ik verzonnen had, bleek waar. En daarmee wil ik zeggen dat de gemeentepolitiek niet alleen dichterbij is dan je denkt, maar ook veel spannender. Niet alleen door sensationele corruptie en schandalen die de stand van de democratie meten, maar ook door de landelijke politieke trends die worden gezet, allemaal te lezen in het boek. En de democratische vernieuwing die in deze buurtkeuken van de politiek ontstaan. Ook daarover valt te lezen, veel leerzaams te lezen in Dorpspolitiek. En nu ik toch zomaar hier mag staan, verwijs ik graag naar de woorden van Eberhard van der Laan, die ruim een jaar voor zijn dood, in de zaal hiernaast, door zijn vrouw Femke geïnterviewd is. En toen zij vroeg hoe het staat eigenlijk met de vernieuwing binnen sociaaldemocratie en of er nog iets zal worden met de sociaaldemocratie, zei Eberhard, en ik parafraseer hem, dat zal in ieder geval niet in Den Haag gebeuren. Hij zag dat eerder uit de samenleving komen. En als je het doortrekt natuurlijk, dan zijn de gemeentes de ideale laboratoria voor vernieuwingsexperimenten. Hetzelfde geldt voor de vernieuwing van de democratie. En ik verheug me op de toekomst. Maar eerst wil ik even terug naar het verleden. Naar de eerste keer dat ik mocht stemmen in 1981. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Boekarest voor de deelraad van sector 1. Ik was net 18 jaar. Ik ga niet, riep ik, want ik was een rebel. Op geen enkele manier wilde ik de heersende dictatuur steunen. Geen stem zou ik aan die barbaren aan de macht geven. En mijn moeder die greep kordaat in. Jij gaat wel en je stemt op een vrouw. Waarom een vrouw? Riposteerde ik. Een vrouwelijke kandidaat kan net zo goed een securitatenmonster zijn dat duizenden levens op het geweten heeft. Nou, duizenden. Ook vrouwen sturen dissidenten naar de martelkamers en hun kinderen naar weeshuizen. Kalm, antwoordde mijn moeder. Iemand die al zoveel kwaads gedaan heeft, blijft niet in de gemeentepolitiek steken. De vrouw op de lijst kan net zo goed iemand als jij en ik zijn die het systeem wil veranderen. Grote woorden. Er verandert helemaal niks in dit land, riep ik terug. Mijn moeder weer. Er verandert zeker niets als mensen de hoop opgeven.
als ze uit defaitisme niet meer gaan stemmen. Dan denkt het dictatoriale regime op een dag, prima, dan komen er geen gemeenteverkiezingen meer. Prima, riep ik, het is toch allemaal nep, met democratie heeft het niks te maken. Dat is waar, sprak mijn moeder, maar zolang je stemrecht niet ontnomen is, moet je het gebruiken. Alles wat nog op een democratisch recht lijkt, moet je gebruiken. Maar ik bleef koppig. Wat maakt het nou uit of ik op het mannelijke of het vrouwelijke poppetje stem? Het maakt wel iets uit, zei mijn moeder, als een van de seksen altijd in de minderheid is. Als je naar het politbureau krijgt, zie je daar alleen maar mannen. Daar moet een vrouw tussen. En ik weer. Maar als die vrouwen net zulke Ceausescu-klonen zijn als mannen, waar schieten we mee op? Mijn moeder weer. Dat maakt voor jouw overweging niks uit. Maar wel voor de kleine verandering die jij hebt kunnen bewerkstelligen. Door seksensegregatie te doorbreken. Nu helemaal los van de politieke inhoud van het politieke debat. Ik zei daarop, je kunt als burgers niks doorbreken in dit land. Behalve het stilzwijgen en dat durft bijna niemand meer. Jij wil ook alles in één keer, zei mijn moeder. Dat kan inderdaad niet. Hier niet en in de democratie wil ik eigenlijk ook niet. In de echte democratie. Daarom moet je dat wat je wel kan veranderen, blijven veranderen. En vertrouwen hebben. Tegen beter weten in. Je weet nooit uit welke hoek de verandering komt. Er komt nooit verandering, zei ik. Mijn moeder die de oorlog had meegemaakt en de jodenvervolging en de latere stalinistische jaren, zei, let maar op, er komt verandering. En tot het zover is, zorg jij dat je niet verandert in een luie, gedesinteresseerde burger. Dan ben je waardeloos als de democratie eindelijk komt. Nu vraagt u zich natuurlijk af, wat heeft dat Boekarest van ruim 35 jaar geleden te maken met onze dorpspolitiek? Wel nu, ik heb in Nederland rond verkiezingstijd vaak mensen hetzelfde horen roepen als ik, bijna 40 jaar geleden in Boekarest. Defaitisme troef. En dan in een land waar de democratie werkt en wel degelijk is te kiezen valt. Gemeentepolitiek is langzaam, saai, onprofessioneel, terrein van incapabele ijdeltuiten en geestdodende oude hoeren, hoor je dan. Dat kan soms wel kloppen. Ook daar gaat dorpspolitiek op in en bovendien draagt het boek oplossingen aan. Maar op dat langzame van de gemeentepolitiek, de traagheid, zou ik toch een beetje zuinig zijn. Echte democratie bloeit bij slow politics. Bij noest werk van toegewijde onbekenden die waarschijnlijk nooit in de schijnwerpers zullen staan. Al met al heb ik grote bewondering voor al die raadsleden met al hun eigenaardigheden en ongelikte manieren van doen. De soms smoezelige provincialen die in niks lijken op de Haagse politici strak in het pak. Mensen die vaak voor hun schijn zoveel tijd steken in lokaal politiek werk. En het is goed dat we vanavond over deze mensen praten. Dank u wel. Dank je wel. Ja, dat moest dan toch ook maar even gezegd worden. De oplossingen gaan we naartoe. En daarvoor hebben we een jury uitgenodigd. Oh, er moet iemand weg. Dus we gaan zo meteen gaan, de vier heren komen weer terug. Ze hebben allemaal een oplossing die ze aandragen en die ze zullen pitchen. En we hebben een jury uitgenodigd om daar in eerste instantie op te reageren. En ik hoop jullie ook nog even daar de kans voor te geven. Dus de jury wil ik graag hier naar voren halen. Chris Aalbos en John Bell, kom erbij. Ik wil jullie graag hier in het midden hebben. Ja, applaus. Nee, in het midden. Ja. Ja. En daarnaast graag. Ja, 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 ja. Chris Aalbos schrijft over politiek, onder meer voor de Post Online en het Noord-Hollands Dagblad. Noemt zichzelf op Twitter scherp, kritisch en onafhankelijk. En dat is precies wat we hier vanavond nodig hebben. Dus welkom. Nou, dank. John Bell van het Pericles Instituut. Jullie organiseren op dit moment onder meer de verkiezing van het beste raadslid in Nederland. Dat is iets spannends, want het beste raadslid wordt deels democratisch gekozen. En je weet nooit of je dan het beste krijgt. Maar er is, ook daarin zit een jury die bekijkt wie nou echt het beste raadslid is. Dat weegt beide, heb ik begrepen inmiddels. Je traint ook gemeenteraadsleden om effectiever politiek te bedrijven. Dus ik kan me voorstellen dat het voor jullie, en zeker voor jou dan ook, echt wel moeilijk wordt. Want ik gok dat je zomaar allemaal eigen ideeën hebt over wat er nou echt moet gebeuren. Maar vanavond zit je toch echt in de rol van het beoordelen van de ideeën van anderen. Ik heb heel veel eelt op wat ik gekregen met de jaren. Oké, heel goed. Je bent daarin getraind, wil je maar zeggen. Je bent ook nog mystery burger. Dat betekent dat je af en toe een soort van incognito, ik weet niet hoe je er dan uitziet. Die paard is net. Ja. gaat kijken bij raadsvergaderingen en daar dan commentaar op geeft. Daar schrijf je ook een column over. Ja. Oké. De pitches, zoals beloofd. Die duren steeds maximaal 3 minuten. Dan
komt er ergens een piepje en ik hou ook nog wat tijd in de gaten. Dus dan ronden we hem echt af. Dan krijgt de jury eerst de kans om te reageren of om te schieten. En dan hoor ik van jullie ook nog graag wat je ervan vindt. En wie weet gaan we ook nog wel even stemmen of het hele voorstel aangenomen is. Ik weet niet of dat gezellig wordt. We gaan het proberen. Ik wil allereerst het duo uit... Even kijken, ik had een volgorde. Ja, Meindert en Maarten, als jullie daar willen gaan zitten, dan gaan we dus eerst jullie voorstellen doen. Ja, het is een ingewikkelde stoelendans. Meindert? Of Martijn, sorry. Ja, ik zeg het helemaal verkeerd. Martijn en Meindert, op die stoelen graag, op die twee. Ja? En dan gaan jullie zo meteen voor de pitch hier staan. En dan wilde ik, ja, dan stuur ik jou de verkeerde kant. Meindert, kom maar meteen deze kant op, want jij begint met de eerste pitch. Ik ga even wat ruimte maken hier. En hard werken, Rotterdam staat dat. Dus wat is jouw oplossing voor de gemeentelijke democratie? Je hebt er waarschijnlijk 10. Ik heb er 10 en denk niet dat... Dat ik de oplossing heb, want die bestaat natuurlijk helemaal niet. Maar ik denk wel dat de burgemeester gekozen moet worden. En dat heeft de volgende achtergrond, ik heb het al gezegd. De burgemeester had ooit gezag. De burgemeester was een aristocraat en die ontleende zijn gezag aan zijn standing. Dat gezag van de aristocratie, dat verdween in de jaren 60. Gijs van Hal is daar toch een beetje een tragisch voorbeeld van geworden. Maar in toenemende mate verdween de aristocratie uit het lokale bestuur. Dat heeft trouwens veel langer geduurd dan de meeste mensen denken. In Heemstede was nog tot 2000 de burgemeester steeds van adel. Het werd wel minder. Ze begonnen met een ridder van Rappard. En toen werd het een jonkheer en uiteindelijk een jonkvrouw. En toen was het natuurlijk gauw afgelopen. En daarna kwamen de elites van de zuilen. Maar de tragiek daarvan was dat op het moment dat die verzuilde elites aantraden, dat de verzuilen verkruimelden. Dus die elites, dat waren eigenlijk generaals zonder leger. En die kunnen dus niet met een zeker recht van spreken genoemd worden het elitekartel. 85% van de burgemeesters is van de Partij van de Arbeid, het CDA of van de VVD. En die drie partijen hebben maar een derde van de stemmen op lokaal niveau. Als we bovendien ervan uitgaan dat maar de helft van de mensen gaan stemmen, dan hebben die een draagvlak van 15%. En nu heeft dat de dualisme ertoe geleid dat BMW steeds verder af is komen staan van de democratische besluitvorming. En mijn standpunt is dat de burgemeester alleen zijn gezag maar kan terugkrijgen als hij gekozen wordt. Hoeveel minuten heb ik nog? Je hebt nog een halve minuut, maar hoe ziet dat er precies uit? Want het zijn allerlei Ik ben van mening dat een burgemeester zich moet kandidaat stellen. En dat die dus ook, geheel volgens de dualistische structuur, zijn eigen wethouders kiest. En dat de raad die controle blijft houden. Ik ben overigens van mening met Martijn dat die raad veel beter ondersteund moet worden met professionals. Maar als die burgemeester gekozen wordt, dan heeft hij een mandaat. Oké, dat was het piepje. Oké, dan heeft hij mandaat. Ja, je mag ook. Oh, die van mij gaat veel te hard. En hij wil ook niet stoppen. Nee, dit is wel een gezellig melodietje, dat dan weer wel. De timer, ja zeker. Meindert, wil je je kritiek van de jury en de vraag uit zelf vanaf het katheder of vanaf de stoel? Dat mag je van mij, wat mij betreft. Ik zou erbij gaan zitten, Meindert. Ja? Ik ga eerst even het woord aan de jury laten. Of wil jij een verhelderende vraag? Oh ja, dat wil ik. Ja. Nee, tenzij jij nu een verhelderende vraag hebt. Ja, hele nee, vragen uit het publiek doen we zo. Ja, nee, we beginnen bij de jury. Even. Als jij nou iets had waarvan je denkt, dat begrijp ik niet helemaal. Oh, je begrijpt het niet helemaal. Oké, wat begrijp je? Als je een gekozen burgemeester hebt, dan heeft die een mandaat. Maar dan heeft de gemeenteraad, wordt ook gekozen, die heeft ook een mandaat. Ja. Maar dat klopt toch niet? Want
Waarom niet? De burgemeester moet zich verdedigen tegenover de gemeenteraad. Maar als hij een ander mandaat heeft dan de gemeenteraad, dan loopt dat door elkaar. Ja, maar dat is toch niet erg? Ze hebben een andere functie. De burgemeester moet besturen en de raad moet controleren. In beide gevallen ontlenen zij hun gezag aan het feit dat zij gekozen zijn. Ik ga naar de jury. Ja, jullie mogen... Ja, ik vind... Het ja, jij zat ja, al met je handen in de lucht. Helemaal niks. Nee, gekozen burgemeester, zeker in ons huidige stelsel, is een ontmanteling van onze democratie. Niks anders dan dat. Ik hoor Chris blazen, dus dat wordt lachen. Wat meneer in de zaal zegt, klopt. Je krijgt een dubbel gezag. En daar zal de volksvertegenwoordiging, zeker in Nederland, altijd het onderspit in delven. De vergelijking wordt gemaakt met de Verenigde Staten, met een presidentieel model, waarbij de president zijn eigen team en zelfs zijn eigen topambtenaren mag uitzoeken. En meestal, zeker in het huidige Verenigde Staten, betekent dat een tactiek van verdeel en heers. En je probeert de oppositie zo min mogelijk aan het woord te laten. Okay. En dat is dan nog in een tweepartijenstelsel, waar er maar twee partijen in het parlement vertegenwoordigd zijn. En in Nederland hebben we gelukkig een meerpartijenstelsel, meer stemmen in de raad. Dus dat betekent dat een burgemeester nog veel meer de tactiek van verdeel en heers kan uitvoeren. Tegelijkertijd, Meindert zegt, een eigen mandaat. En de gemeenteraad heeft dan als mandaat het bestuur te controleren. Maar het mooie van ons huidige politieke bestel is dat de gemeenteraad niet alleen controleert, maar ook politiek opdrachtgever is. Dat noemen we dan kaderstellen in vaktermen. In het duaal systeem hebben we dat sinds 2002 versterkt. En het is het meest politieke van alle functies. Het betekent namelijk dat je richting geeft aan het beleid. En hier neem je dat de volksvertegenwoordiging af. Je neemt haar belangrijkste taak neem je af. De raad heeft daar dan niets meer over te zeggen. Je geeft die verantwoordelijkheid aan de burgemeester. Dat is dus een verantwoordelijkheid in deze stad die nu bij 45 mensen ligt en allemaal namens een bepaalde deel van de bevolking spreken. Een echt debat daarover zouden moeten voeren. En dat leg je dan neer bij één iemand. Okay, met één politieke kleur. Dus dat is niet meer democratie, dat is veel minder democratie. Okay. Minder democratie. Collega jurylid, Chris. Ja, je kijkt heel moeilijk. En ik ja, ik kijk altijd heel moeilijk, dus dat maakt helemaal niet uit. Dat heeft niets te maken met John en ook niks te maken met het voorstel. Ik heb altijd de neiging om heel onaardig te zeggen. Ik was wel eens een jaar HBO-docent, het eerste jaar van de opleiding communicatie. En dan hadden we project 1 in week 1. En dan zeiden we altijd tegen onze studenten, je moet niet een oplossing gaan bedenken. Je moet eerst het probleem definiëren. Ga nou eens eerst bekijken wat dan het probleem is. En ik begrijp in dit geval helemaal niet welk probleem er is waar deze oplossing bij hoort. Zullen we dat even vragen? Misschien even, ik wil graag een suggestie doen. Ik denk dat de hele discussie over gemeentepolitiek gaat over wat we over anderhalf week met z'n allen weer over gaan klagen. Namelijk dat de mensen niet naar de stembus zijn gekomen. En dat ze allerlei onderzoekjes kunnen zien. Dat de mensen zwevende kiezers zijn geworden. Dat ze de ene keer op dit stemmen, dan op dat. En ze weten niet wie er in de gemeenteraad zit. En zijn ook allemaal boos. Okay, en ze gaan we even checken. Meindert, wat is het probleem? Maar wat heeft dat met die burgemeester te maken? Gaan we aan Meindert vragen. Maar ik heb mijn eerste woorden waren dat het grootste probleem op gemeentelijk niveau is dat er geen gezag meer is. Gezag? En dat vinden jullie allemaal niet. Er is nog genoeg gezag. Er moet meer democratie komen. De burgemeester van Rotterdam heeft uitermate veel van gezag. Die van Amsterdam had het ook. Maar gezag, hij is er niet voor gekozen, hoor. Gezag is toch iets dat in het hoofd zit van het publiek. De burgemeester heeft een publiek. De raad heeft een publiek. We staan uit burgers en die moeten dat gezag moeten dat toeschrijven. Die moeten denken. Het gezag is op geen enkele manier institutioneel. Ja, er zijn natuurlijk wel allerlei bestuurlijke dingen, maar dat is precies mijn expertise. Dat kan John zo allemaal vertellen. Maar het gaat er toch om, als je zegt, ze hebben geen gezag. Dat gaat toch over wat mensen van zo'n burgemeester vinden. Die vinden toch, ik schrijf een serie over. En zou dat kunnen veranderen wanneer die burgemeester gekozen is door diezelfde mensen? Ik schrijf een serie over de gemeentepolitiek in Den Helder. Er is geen burgemeester die meer onder druk staat, denk ik, dan Koen Schuiling in Den Helder. Die wordt van alle kanten aangevallen. En die man heeft volgens mij onder burgers hartstikke veel gezag. Dus ik zou niet weten. Dus ik bedoel, en onder raadsleden niet. Maar ja, die hebben hem nog zelf uitgezocht. Laat ik het anders zeggen. Dat kun je een probleem vinden. Maar dat kun je niet, volgens mij, met een stelselwijziging
ervoor zorgen dat dan opeens de mensen wel allemaal gaan zeggen van hé, maar die Koen Schuiling, dat is echt zo'n vent, daar vertrouwen we allemaal in. Ik geef hem aan het publiek. Gekozen burgemeester, wie wil iets aan toevoegen? We hebben de premisse is, dan krijgt hij meer gezag, die burgemeester, jury het niet mee eens. Nog even opnieuw wie je was. Ja, natuurlijk. Robin van Maris, kandidaat raadslid in de gemeente Noordwijk. Ik heb het eigenlijk altijd vreemd gevonden dat een burgemeester soort twee taken hebben die zo vervreemdend van elkaar werken. Aan de ene kant heeft hij een heel inhoudelijke taak, hè. Is bezig met openbare ruimte, veiligheid. En hij staat dan ook in de avonden staat hij braderieën te openen. En dan komt hij op de verjaardag van iemand die 100 is geweest. En ik denk dat die twee taken ook mede ondermijnend wellicht zijn voor het gezag. Waarom? Als je dan bijvoorbeeld gekozen... Je kan niet een braderie openen en menselijk zijn. En dan... Als iemand heel gezellig staat te doen op een feestje, neem ik hem minder serieus als hij staat te vertellen hoe de veiligheid in het gedrang is. En wat doet dit met de stelling van Meijndert? Nou, ik zou bijvoorbeeld een gekozen burgemeester, een soort eerste onder de gelijken in een dorp, dus een soort Noordwijker van het jaar bij ons bijvoorbeeld, die zou ik best gekozen willen hebben. En die mag dan lekker bij iedereen langs voor de gezelligheid. Die gaat de braderieën doen, niet de politie. Ja. En dat je, er wordt heel hard om gelachen. Ik wil even weten waarom precies. Ja, wat was dat? Ja, ik kom van allebei uit gebieden waar carnaval gevierd werd. Dus Prins Carnaval dachten we meteen aan. Oh ja, maar ik zou wel ik ben de minister-president van Prinses Carnaval. Oh. Van het kabinet van de prinses. Oh, ja. Nee, precies. Nee, maar dat klinkt wel weer spottend. Dat is het niet. Het zou wel grappig zijn om het gezag te scheiden van de politieke verantwoordelijkheid. Maar dan zou je een soort gemeentekoning krijgen met de gemeentepremier. Dat krijg je dan. Een voorstel is wel om de gemeente, om de burgemeester uit de raad te halen. Dus niet als voorzitter van de raad meer toe te zit niet in de raad, maar als voorzitter van de raad. Als de raad een eigen voorzitter krijgt, dan krijg je nog veel sterker die scheiding. Dat is misschien beter. Ja, maar en wordt daar dan nog iemand gekozen in dit model? Nou, in ieder geval de voorzitter van de raad, die wordt dan gekozen. Dat zou een tussenstap kunnen zijn. Door de raad zelf. De raad, ja. Maar daar ging het mij net allemaal niet om. Nee, maar ik ben er ook voor natuurlijk dat de raad zijn eigen voorzitter kiest. En dat de burgemeester geen voorzitter van de raad is. Dat krijg je erbij in mijn voorstel. Oké, dat krijgen we. Er was hier nog iemand die. Wat is je naam? Ja, mijn naam is Jip. En wat doet Jip? Of waarom zit hij hier? Ik ben politicoloog. En ik studeer rechtsfilosofie. En ik wilde ook nog even ingaan op die gekozen burgemeester. Want ik denk dat het probleem is, en dat heeft de heer Venema denk ik goed gezegd, dat het formele gezag dat aan de burgemeester gegeven wordt, en tot in de jaren 60. Ook door de bevolking ook ondersteund werd, en ook in morele zin, dat formele gezag, dat is een beetje leeg geworden, dat wordt niet meer ondersteund van onderop. En wat moet je dus doen om dat te verbeteren, zowel vanuit de gemeenteraad, zodat geraadsleden meer respect hebben voor die burgemeester, maar ook de burgers zelf, is inderdaad een moreel gezag van onderop aan die burgemeester geven. En dat doe je denk ik door een directe verkiezing. Oké, dus je bent het helemaal eens met mij. Ja, zeker. Ja. Nou, wat een warm pleidooi voor deze stelling. Ik geef natuurlijk de jury het laatste woord. En graag kort, want dan gaan we gewoon even ordinair stemmen. Ja, de rol van de burgemeester is een hele bijzondere. En laten we het even niet alleen hebben over dat voorzitten van die politieke vergaderingen. Hoe belangrijk dat ook is. En hoe belangrijk het ook is dat het goed gebeurt. Dat is toch een soort van poortwachter van de democratie. Maar als we kijken naar welke inhoudelijke verantwoordelijkheden een burgemeester heeft, dan zijn die heel zwaar. En toch eigenlijk gelijkertijd ook weer zo heel klein. Een burgemeester mag namelijk, wanneer de wet niet voorschrijft wat er moet gebeuren, besluiten wat er gebeurt met de openbare orde en veiligheid. En dat is een zeer tricky middel, want hij mag namelijk mensen, zonder dat daar een rechter bij komt kijken, hun vrijheid ontnemen. Nu weten we dat in de afgelopen jaren zijn die verantwoordelijkheden eigenlijk alleen maar uitgebreid bij het burgemeesterschap. En nu weten we dat burgemeesters die heel spaarzaam inzetten. En als ze het een keer doen om bijvoorbeeld een Zwarte Pieten demonstratie tegen te houden, staat het land op zijn kop en wordt het tot op de draad toe uitgezocht naar wat er is gebeurd. Als we deze vaardigheden in een politieke campagne neer gaan zetten, dan vraag ik me af wat ermee gebeurt. Ik ben er nog niet zo zeker van of je deze vaardigheden... Je kan dit niet vragen aan burgers of een persoon dit aan kan? In iedere gemeente zijn er wel peilingen geweest naar welke eigenschappen een burgemeester precies moet hebben. En daar komen eigenlijk alleen maar hele algemene termen uit. Okay. Hij moet communicatief zijn, hij moet integer zijn, daadkrachtig, zegt 46%. Profiel schrijven als we er zover komen. We gaan nu even vragen aan deze kleine maatschappij hier wat we gaan doen. Gekozen burgemeester, ik wil handen omhoog voor wie zegt, wij steunen Meijndert. We moeten het gewoon gaan doen. Wow. Dat is een grote meerderheid voor de kijkers thuis. Ik denk dat het stuk... Met stemverklaring? Ja, allemaal. Maar dan komen we aan jouw stelling niet meer toe. Nee,
Wacht even, want dit willen mensen thuis ook horen. Heel kort dan. Nee, gekozen burgemeester kan je verschillende varianten ja, van hebben. Dus jij wil niet de variant van Meindert, maar je wilt er wel over hebben. En heb jij maar ik gebruik wel een gedeelte van mijn pitch tijd. Dat is goed, heel goed. Ik wil een groot applaus voor Meindert, ja. Ik weet niet of je, weet niet of je de zaal overtuigd hebt of dat ze al binnenkwamen. Van de consultants. Van de consultants. Goed, we gaan naar jouw mede-auteur Martijn Bolkestein. The floor is yours voor jouw pitch. Ga je gang. 3 minuten. Ja, dankjewel. En je vroeg net of we het ook vooral over burgerparticipatie wouden hebben. En ik zou beginnen met raadslidparticipatie. Want dat is eigenlijk het grootste probleem. Dat raadsleden niet genoeg te zeggen hebben. En dan de burgers, die blijven daarmee vanzelf achter. En mijn stelling is dat die raadsleden best eens wat minder tijd aan hun werk kwijt zouden mogen zijn. En waarom is dat? Omdat de raadsleden op dit moment helemaal geen afspiegeling zijn van de bevolking. Een gemiddelde raadslid is 56 jaar oud, 70% is man en de helft heeft daarnaast geen baan. Kortom, een groep bejaarde mannen bestuurt de dorpen en de kleinere gemeentes in Nederland. In de grotere gemeentes is het iets anders. Net als in Cuba. Terug naar het communisme. Met zo'n volksvertegenwoordiging is het niet gek dat mensen zich niet betrokken voelen. En mijn pleidooi is dat dat gaat veranderen. En dat het raadslidmaatschapwerk weer te doen wordt voor jonge moeders met kinderen. Te doen wordt voor zelfstandig met een druklopende onderneming. Te doen wordt voor tweeverdieners. Kortom, dat het raadslidmaatschap een echte afspiegeling wordt van de bevolking. Dan is die burgerparticipatie ook niet per se nodig. Burgers hebben dat werk uitbesteed aan de mensen die ze kiezen. Maar die moeten ze dan wel echt vertegenwoordigen. En dat kan doordat de grootste obstakel voor raadsleden op dit moment is waar mensen het niet gaan doen. Omdat ze er geen tijd voor hebben. Het moet gewoon echt weer terug naar eens of twee keer per maand tussen 5 uur en 7 uur 's avonds bij elkaar zitten. Daarna is het eten. Dus je hebt een hele goede motivatie om niet te lang door te vergaderen. En de echte inhoudelijke kaderstellende besluiten te nemen over de gemeente zonder in geruzie en gedetailleerd casussen te gaan vervallen. En dat, daarvoor hoef je raadsleden, is mijn tweede deel, niet beter te betalen. Dan maak je er semi-professionals van, die willen we niet. Wat je wel moet doen, is mijn derde punt, je moet ze beter ondersteunen. Je kan alleen hebben dat raadsleden over ook wat ingewikkeldere dossiers beslissen in relatief weinig tijd, als je ze inderdaad die mogelijkheid geeft. Wethouders en ambtenaren, heb ik net uitgelegd, gaan dat niet doen. Die zien raden als in feite alleen een laatste stempel op hun eigen reeds voorgeschreven besluit. Wat je wel kan doen, is ze professionele ondersteuning geven. Ofwel extern, dat zijn die consultants waar Meijner het zo graag over heeft. Die mogen ze van mij betreft inhuren. Ze mogen ook mij inhuren, want ik werk voor Berenschot. Maar mijn punt is, ze mogen ook ambtenaren inhuren, mits die objectief en onafhankelijk zijn. Kortom, onafhankelijk zijn van de ambtenaren die de besluiten hebben voorbereid. Dus een veel grotere griffie in feite die echt inhoudelijk raadsleden helpt. Als je op die manier raadsleden gaat ondersteunen, dan kunnen ze terug naar de echte basale vraag. Willen wij hier een park of een parkeerplaats? Willen we ons geld uitgeven aan cultuur of aan verlaging van de belastingen? En vervolgens de uitwerking daarvan overlaten en het schrijven van amendementen en het vergaderen erover gaan uitbesteden en overlaten aan professionals. Zodat die burgers zich gehoord voelen en dan hoeven ze ook niet per se de hele tijd overal in de zaal te zitten. Heel goed. Ja. Applaus. Jury, ze moeten dus minder tijd kwijt zijn, hoeven ook niet meer betaald, maar wel veel meer ondersteuning. Ik vind het heel moeilijk met beide boeken, ook al doen jullie wel een poging om het vanuit de praktijk aan te vliegen. Om te denken dat het een praktisch verhaal is. Ik bedoel, kijk nou gewoon naar een gemeenteraad, ik noem toch weer hetzelfde, Den Helder. Dan heb je... We hebben hier twee portauto's al vanavond, Bloemendaal en Den Helder. Hele moeilijke tegenwoordig maakt men hele moeilijke bestuurlijke constructies. Een heel groot stadsvernieuwingsproject, hebben ze een aparte CVBV, niemand weet wat dat is, voor opgericht. Daar heeft dan de gemeente heeft daar dan minder over te zeggen dan, onder gewone omstandigheden, omdat de gemeenteraad anders moeilijk zit te doen. Heel ingewikkeld. Praat je met gemeenteraden, er is geen gemeenteraadslid in Den Helder die deze constructie, het gaat hier over 70 miljoen die ervoor uit wordt gegeven, die constructie snapt. Dat gaat gewoon over dat die mensen nooit hun stukken hebben gelezen. Dat hebben ze gewoon niet Maar gedaan. Dat kunnen ze dan die consultants dat, laten dat doen, zegt zelfs, deze consultant. Nee, dit is precies mijn punt. Dat kunnen ze gewoon doen. En ik wil best, we kunnen dan praten over hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mensen dat dan beter gaan doen.
Maar als ze het niet doen, ja, dan wordt het toch een beetje, dan wordt het toch wel een beetje ingewikkeld. Dat, ik bedoel, dit was de taken voor we ze hadden ingehuurd. Als je die stukken niet wilt lezen, dan moet je niet in zo'n raad gaan zitten. Nou, dat bestrijd ik enorm. Nou, ja, ik, maar we hebben het stukken wel lezen, ik, hoor. Ja, ik bestrijd het ook. Oké, nou dan doen we Martijn. Want het was mijn pitch, niet waar? Ja, precies. Maar het zou niet gek zijn als we allebei iets anders zeggen. Er is nog iets mis met de raadsleden waarom ze de bevolking niet vertegenwoordigen. Is, ze zijn bijna zonder uitzondering hoog opgeleid. En het wordt dus echt het wordt dus, als je die stukken wil lezen, heb je het, zou ik bijna vragen, wel eens geprobeerd dat soort stukken te lezen? Ja, dat is de meeste mensen niet gegund om dat soort stukken te doorgronden. En al helemaal niet de achterliggende motieven ervan en de consequenties daarvan te doorgronden. Daar hebben ze hulp bij nodig. Maar je kunt een stuk ook anders laten opstellen. Dan kunnen we dan ja. is de stelling dus anders. Dan zeg je toch tegen je college, schrijf andere stukken, schrijf betere stukken. Je hebt net uitgelegd dat die stukken expres zo zijn geschreven, dat de raad ze niet begrepen. En dat expres zo zijn geschreven, maar dat de raad op afstand komt. Maar de raad niet te pikken. Dan moet de raad gewoon tegen dat college zeggen dat ze maar ander werk moeten gaan zoeken als ze het niet goed kunnen doen. Dat zouden ze, dat zouden ze moeten doen, maar dat begrijpen ze niet. Nou, dat is er wel uit te leggen. Laten we dan dat uitleggen. Ja, ik schrijf daar wekelijks ongeveer een column over om dat uit te proberen. Ik geef toe, er is een heel goed alternatief voor wat mijn wil je mijn stelling. In zitten? Want en dat is dat alle raadsteden in Nederland jouw column lezen. Nou, ja, ik ben daar niet tegen, zeg maar. Meindert wilde ook nog even wat inbrengen. Nee, ja, ik heb ooit een faculteit bestuurd waarvan een van de hoge ambtenaren meende dat het tijd werd om zijn eigen afdeling autonoom te maken. Dat kwam omdat zijn baas tijdelijk ziek was en hij meende dat hij hier gebruik van kon maken door zijn positie te versterken. Ik overlegde dat even met mijn bestuurders en toen zeiden we doen dat niet. En toen vertelde ik dat in een klein gezelschap en toen zei de hoge ambtenaar, Meindert, je hebt de stukken helemaal niet gelezen. Ik zeg, dat klopt, Hugo, want jij bent ervoor om de stukken te lezen en ik om de besluiten te nemen. En zo moet het ook in de raad. Ja. Nou, Martijn zit een beetje vol verbazing. Maar wacht heel even. We gingen hier, want hier gebeurde ook weer van alles. Want dit gaat ook over het punt wat jij inbrengt. Dit heeft ook een naam. Dat is het fenomeen van Stalin. Dat is... krijgen we dat weer. Omdat hij alles gelezen had en alles wist. En die zorgde er ook voor dat hij de enige was die alles wist. Ja. Op een gegeven moment. Dus dat draaide de werkelijkheid om. Dan krijg je dit. Wat krijg je? En moeten we daar dan consultants voor inhuren als je zelf geen zin hebt om te lezen of het niet kan? Trotsky las niet, want Trotsky die zat altijd een beetje het Rode Leger aan te sturen. En die las niet, was een grote intellectueel. En daar pakte Stalin hem. Gewoon via de stukken, informatie, erop zitten, timing. En zo werd hij de baas. En zo kan je met informatie sturen. Dus als je je gemeenteraad gewoon insneeuwt en zegt dat ze niet lezen met alles wat de gemeenteraad allemaal moet en moet en moet en moet. Ja. En dan ook nog zegt dat als ze het niet snappen dom zijn, nou, dan draai je de werkelijkheid gewoon om waar je erbij staat. En nu de oplossing van Martijn. Dan huren ze maar consultants in om het te lezen en uit te leggen of ze ja of nee moeten stemmen. Nee, ik ben voor de oplossing hier. Er moet gewoon voor gezorgd worden dat er moet weer politiek van gemaakt. Moet doen wat de gemeenteraad zegt en dat er politieke issues van maken. Publiek, ja. Wie? Daar, meneer. Ik kom naar u toe. Ik vraag elke keer opnieuw de naam. Hans was het. Ja. Ik ben voor dat er consultants meekomen, want er is een wat niet opgenoemd wordt, communicatie. Communicatie is een vak geworden en dat is eigenlijk een beroepsgroep die er dwars doorheen wandelt. Communicatie wordt zo wollig gemaakt en om de achtergrond ervan te begrijpen dat het eigenlijk niet te begrijpen is. Ja. Rutte begrijpt zichzelf ook niet meer als hij zegt van met chirurgische precisie gooi ik bommen. Ja, maar er liggen nu twee opties voor. We gaan dus professionals inhuren om het te begrijpen. Of je gaat zeggen, no way, je stuurt het gewoon terug. Er is geen andere keuze dan professionals in jullie. Waarom niet? Even dan toch terug naar het voorstel van de jury. Oh nee, hier neemt het publiekslid het op voor de jury. Ja, nee, wie bent u? Ik vind het een beetje een non-discussie worden. Je bent als bestuurder, ik ben burgemeester al, dus ik vind dat de burgemeester... Waar bent u burgemeester, wat is uw naam? Hier in de buurgemeente Waterland. Oké. Je hebt de verantwoordelijkheid als bestuurder. Ja. En je moet niet de arrogantie hebben dat als je als dagelijks bestuur zegt, we houden die raad dom, dan ben je verkeerd bezig. We zijn allemaal bezig voor de bevolking. We zijn er allemaal mee bezig. En die participatie is misschien wel een heel mooi middel om het om te draaien. Je trekt veel meer die burgers erbij. Je hebt verplicht als dagelijks bestuurder om het goed uit te leggen.
Wij zorgen aan voor de raad. Dus uw raadsleden, raad. Die snappen alle stukken, ze lezen ze met gemak, 2 uurtjes in de maand. En, ja, maar dat is wie zit? Het raadslid? Ik ben Hekking, ik ben de Hekking van Waterland, ja. Ik ken de raadsleden als heel betrokken en goed geïnformeerd. En ik denk dat dat geen uitzondering is. Ze willen allemaal de wereld verbeteren en daarom zijn ze de politiek ingegaan. Alleen, ja, dat is de vraag nu. Hè. Nou ja, klopt dan het beeld wat geschetst wordt van raadsleden die overvraagd worden? Het probleem dat geschetst wordt klopt wel. Het zijn allemaal oudere mannen. En jonge vrouwen hebben geen tijd, of jonge mannen hebben geen tijd om de politiek in te gaan. Dus ik zou eigenlijk zeggen, de oplossing is anders. In Waterland krijgen ze €300 in de maand vergoeding. Ja? Daar kan je niet een dag minder voor gaan werken. Nee. Als je een goede baan hebt. Dus meer geld, zodat ze minder kunnen werken. Dus een andere oplossing. Okay. Zodat ze gewoon minder kunnen meer gaan tijd. Werken. De meer oplossing tijd hier was meer ondersteuning. Jij zegt, we draaien aan de knoppen van meer tijd. En dat zegt de burgemeester ook? Nee. Er wordt aan gewerkt overigens. De raadsleden van kleine gemeentes zijn zwaar onderbetaald. En dat is nu een stuk wat bij de minister ligt. Oké, we hebben 3 knoppen. Over. Betalen, tijd, betalen is goed, ondersteuning. Het betekent, je moet het goed uitleggen. Als iemand het niet begrijpt, en dat is de reden waarom ik ook de politiek in ben gegaan, er werd niet geluisterd. We gaan terug. Dus je moet beter kunnen uitleggen, maar tegelijkertijd ook luisteren en datgene wat ingebracht wordt door hetzij raadsleden, hetzij inwoners, meenemen in je beleidsstukken. Dus je beleidsstukken komen niet van bovenaf. Klopt. Ja, maar ik vind dit een hele mooie functieomschrijving van een burgemeester en van wat idealiter moet gebeuren. Raadsleden, je hebt een taak om het uit te leggen. Dus als raadsleden het niet begrijpen, komen ze het dan vertellen. Moeten jullie en wij doen. Hebben ook mondige raadsleden. Okay. Misschien heeft Waterland te veel hoogopgeleide raadsleden. We hebben Martijn, de pitcher, en we hebben het jurylid. Martijn, het begin even bij jou. Ja, ik heb een, het eerste gezicht misschien onsympathieke reactie voor u. Die betrek ik niet op Waterland, want die ken ik niet, maar wel mijn eigen gemeente Bloemendaal. Een raadslid dat daar een volledige dag per week mee bezig is, doet zijn werk niet goed. Zoveel is er niet te doen in een kleine gemeente. Wat er dan gaat gebeuren, raadsleden die wel graag zoveel tijd kwijt zijn met elkaar debatteren en ruzie maken, die zijn, en in uw geval niet ruzie maken, hoor ik net gelukkig, maar die zijn werk aan het creëren voor zichzelf. Dat is helemaal niet de bedoeling. In kleinere gemeenten, tot zo'n 30.000, 40.000 inwoners, moet je in een 2-3 avonden per maand de grote koersbeslissingen kunnen nemen. Oké, maar ze hebben dus wel tijd om voor gedoe en werk creëren, ja, maar niet om stukken. Dat is wat ontstaat. Okay. Als je die mensen te veel tijd geeft, dan gaat, en dat is een... Is ook een standpunt van mijn uitgever overigens. Die neemt altijd te weinig mensen in dienst. Wat is dat? Als je meer mensen in dienst hebt, gaan ze onderling ruzie maken. Maar het probleem is hier groter, als ik dat er nog mag toevoegen. Het probleem is dan dat tijd gaat winnen van kwaliteit. Dus als je aan de ene kant mensen hebt die heel veel tijd hebben, die alle tijd van de wereld, omdat ze verder geen baan hebben en niks te doen hebben, en je zet die tegenover mensen die weliswaar misschien kwaliteit hebben, maar niet gewoon de uren erin kunnen stoppen, dan gaan die mensen die beter zijn en de kwaliteit hebben, gaan het altijd verliezen van de mensen die wel tijd hebben. Dus ga alsjeblieft niet sturen om in een kleine gemeente om daar een dag per week per raadslid aan te gaan besteden. Jullie gaan dat straks bij de borrel verder doen. Ik nog 1 publiekslid, dan de jury het laatste woord en dan gaan we stemmen. En dan hebben we... Hoe lopen we uit de tijd, maar dat is wel meer. Wie bent u? Ik ben Jesse de Jong en ik ben student politicoloog. En ik vraag me dan af waarom er toch zo weinig mensen zijn die geen kandidaatraadslid willen worden. Het schijnt moeilijker te worden bij partijen om kandidaat te worden. Die geen kandidaatraadlid willen worden? Omdat het te veel tijd zou kosten en nu hoor ik dat ze dat zelf doen. Maar toch is er een beeld bij mensen dat het te veel tijd gaat kosten en dat ze het daarom niet willen doen. Ja, die 56-jarigen die niet werken doen dat, maar de rest niet. Toch? Is dat het antwoord? Wereldschokkend nieuws. Er zijn bij deze gemeenteraadsverkiezingen in totaal meer kandidaten dan 4 jaar geleden. Okay. Ik heb het ook. Er zijn niet minder mensen die... Er zijn meer lijsten. ...politieke ambt. Er zijn meer lijsten vooral. Er zijn lijsten. Er zijn meer lijsten. Politieke betrokkenheid, de eigen lijst. Er zijn meer kandidaten. Fantastisch. Er is meer ruzie. Ik heb een lijst, dus ik besta. We gaan stemmen. Zijn we klaar om te stemmen of moeten we nog ergens... Nee? Ik wou graag een land spreken voor de stelling van Martijn. Want ik ben het wel met hem eens dat gemeenteraden moeten zorgen voor hun eigen ondersteuning. De stelling is meer dan wat er nu is. Er moet echt fors meer ondersteuning. Zeker, en een gemeente heeft een griffier en daar werken wat mensen. De jury is het onderling oneens, maar dat geeft niks. Je zou die griffies zo ongeveer moeten verdubbelen. Maar consultants, we houden hem concreet. Er werd hier gepleit voor consultants. Nee.
Niet per consultant. Maar ja. Ik kreeg een beeld van dat consultants die stukken gingen lezen. En die gingen dan aan die raadsleden vertellen wat er een beetje in stond. En of ze voor of tegen moesten stemmen. Mijn punt is dit. Er is nog een tegenstelling in het gemeentebestuur. En dat is tussen parttimers en fulltimers. Dus dat gemeentehuis wordt de hele dag bevolkt door ambtenaren en wethouders. En alleen een paar keer in de avond komen daar de raadsleden. Er ontstaat vanzelf een blok van de mensen die er altijd zitten tegenover een blok van die mensen die er soms komen. En dat blok van die mensen die er soms komen moet worden versterkt met mensen die er ook gewoon hun voelsprieten in die organisatie hebben zitten. En dat hoeft niet per se consultants te zijn. En om te voorkomen dat ik dit gechargeerde beeld nu aan jou voorleg, mag jij dus nog één keer zelf zeggen. Wat wil je nu? Je voorstel is meer ondersteuning in de vorm van... Professionele ondersteuning. En van mij mag elke raad zelf beslissen hoe dat is. Via fractiebudget of via een uitgebreide griffie of het inhuren van externe experts. Wie is daarvoor? Wie ondersteunt dit plan? Gaat niet tegen. Gaat niet tegen, nee, want iedereen wil meer geld. Nee, iedereen wil meer. Toch gingen er ook een aantal handen niet omhoog. Wie wil dat toelichten? Waarom is er iemand expliciet niet Wie voor? Durft? Nee? Ja? Zeg even je wens. Sven Arend. Hoi. En in welke hoedanigheid zit je? Ik ben geïnteresseerde. Goed zo. Zoiets. er is misschien wel een groot risico. Hoeveel macht krijgen die externe deskundigen dan? Want als je iemand een stuk niet snapt en er komt een externe deskundige die gaat het uitleggen, ja, wat legt hij dan uit? En wat krijgt diegene, het raadslid, dan te horen van die externe deskundige? Dus ik vind dat daar wel een bepaald risico in zit. Daarom stak ik mijn hand vooral niet op, omdat ik daar nu nog gewoon niet echt een beeld op heb hoe dat systeem werkt. En je gaat zelf lezen wat nou het rapport... Ik vind dat een risico, denk ik. Als je externe mensen, die kunnen van alles gaan vertellen. Oké, okay. Goed. Ik wil een hartelijk applaus voor... Nee. Ja. Mijndert en Martijn, jullie mogen weer gaan zitten. Allebei jullie voorstellen zijn aangenomen door dit betrokken burgers collectief hier. En dan gaan Geerte en Wim plaatsnemen. En Wim mag als eerste pitchen. Ga je gang. We gaan luisteren naar de pitch van Wim. 3 minuten. Ga je gang. Dankjewel. We beginnen eerst even met het voorstel van Mijndert, de gekozen burgemeester, en het verloren gaan van adeldom in burgemeesterschap. Dat zei me eigenlijk wel wat. Waarom? Ik ben een kind uit de jaren 60. Daar keken we naar Swiebertje. En dan hadden we zo'n burgemeester, die had gezag. Dat was een hele aardige, gezagsvolle man. Daar luisterde zelfs Bromsnor naar, dat was de veldwachter. En die klonk als Mijndert. Dat was een man als Mijndert. Dus daar ben ik helemaal voor. Maar nou ga ik even een kleine draai maken. Zoals u kunt horen kom ik uit een andere streek dan Noordwest-Nederland, waartoe de discussie zich tot op heden heeft beperkt. Van Bloemendaal gingen we maar liefst naar Waterland, naar Haarlem. We hebben ongeveer het hele land gehad, maar niet heus. Ik kom uit Zundert. Dat is aan de grens en daar worden alle beelden op afgevuurd die je van slecht gemeentebestuur zou kunnen hebben. Mijn held is André van der Kloot. Ik zal hem een paar keer terug laten komen. Dat was een jongen uit het volk, een man die zaad verkocht uit 8 maal. Die heeft 2 keer voor de Raad van State gestaan. Die is bijna veroordeeld geworden omdat hij gewoon bouwen toeliet, wat nodig was in Zundert. Maar ik ga het aan hem ophangen, mijn stelling, en dat is, je hartstocht is je diploma voor de gemeenteraad. We hebben de gemeentewet, de grondwet die zegt, wij gaan geen eisen stellen aan wie er gemeenteraadslid kan worden. Dat willen we niet. Als je 18 jaar bent, je bent niet veroordeeld, dat is er wel, dat gebeurt bijna nooit, maar strafrechtelijk veroordelen kan je dus je passieve kiesrecht kwijtraken. Als dat niet gebeurd is, ben jij welkom in de gemeenteraad. Wie jij ook bent, wat jij ook bent, hoog of laag opgeleid niet. Ik neem waar dat in de afgelopen jaren, we zitten nu in een discussie, wederom Kafka-S, dat burgemeesters hun gemeenteraadsleden dus gaan keuren als ze een verklaring omtrent het gedrag mee zouden moeten brengen. Dat is de grootst mogelijke onzin, dat gemeenteraadsleden over hordes heen moeten springen van goed gedrag. Waarom is dat onzin? Er is geen snipper bewijs dat er ondermijning in de gemeenteraad plaatsvindt. Eromheen wel, dus corruptie heeft niks te maken met die ondermijning. Af en toe groot vastgoed mengt zich wel eens erin. Er is een onderzoek geweest uit Groningen. Er is nog niemand veroordeeld. Je denkt ook wel 2 keer na als motorbende lid om je voor de gemeenteraad op te geven. Als je een fijne hennepplantage hebt te gunnen. Dat is geen goed business idee om het zo maar te zeggen. En toch komen die deels samen bij de gemeenteraad.
Want we zien dat allemaal, en de gemeenteraad wordt verdacht gemaakt. Lees ons mooie boek daarover. En anders dat andere prachtige boek over dorpspolitiek. Maar er wordt een frame op gemeenteraadsleden geplaatst. Dat ze een tikje gevaarlijk zijn, slecht opgeleid. Dat ze niet integer zijn. Dan moeten we onmiddellijk vanaf. Einde stem. Passie dus. Hartstocht. Dat als... Dat is je diploma. Dat is je diploma. Wat je mee hoeft te brengen. Oké. Okay. Jury. Ja, helemaal voor met wat Wim hier zegt. Nu is de discussie of er inderdaad een verklaring omtrent gedrag moet worden afgegeven voordat je raadslid moet worden. En per definitie betekent dat dus een levenslange veroordeling waarin je passief kiesrecht, een van onze belangrijkste grondrechten, wordt afgenomen. Als je één keer bent beboet voor wildplassen, mag je nooit meer raad. Schets eens even wat voor mensen dan niet meer in de raad komen. Wildplassers. Ja, wildplassers. Nou, ik zag de eerste... Waar nog iets voor te zeggen valt, maar ja. Ik zag dat zo lang niet, maar niet in de raad. Nee, maar even nog een paar, toch? Even, ja, nou, zonder dat het dan alleen maar flauw. Ik zag de eerste aflevering van die nieuwe talkshow van David Letterman op Netflix met Obama. Ja. Was er ook een fragment in waarin hij een senator, dacht ik, interviewde. En die man had zich hard gemaakt voor het opkomen van de zwarte bevolking. En hij vertelde tussen neus en lippen door dat hij sinds dat gevalletje in de jaren 60 maar liefst 6 keer was gearresteerd bij een demonstratie. Zelfs op het moment dat hij al actieve politiek bedrijf. Dat is iemand die zich heel hard heeft ingezet voor mensenrechten. En opkomen voor een onderdrukte bevolking die massaal gediscrimineerd werd en misschien ook wel wordt. Daardoor een paar keer in aanvaring is geweest met de politie en justitie. Ja. Deze meneer zou met dit voorstel dus niet meer in aanmerking komen voor het raadslidmaatschap. Ja. Die zou geen volksvertegenwoordiger meer worden, omdat hij zich heeft ingezet voor iets wat voor iedereen belangrijk is. Okay. En dan kun je daar politiek over van mening verschillen of dat belangrijk is. Ik denk niet dat je dat Dat wat betreft, moet je dat politieke debat voeren en niet iemand de politiek uitwinnen. Dat wat betreft het verklaren goed gedrag, maar überhaupt het. Dus het gaat om passie en hartstocht en niet om professionaliteit en allerlei dingen die... Die smerige elite allemaal bedenkt, of wat? Ja, nou, zo zou ik het niet willen zeggen, smerige elite. Maar wat we ook, en dat vond ik in het verhaal van Martijn heel mooi, terugklikken. Hij zit daarnaast zijn oom, wil ik toch even zeggen. We zijn een beetje het gevoel voor het politieke in de politiek kwijt. En die oom van hem daarnaast, die heeft het politieke teruggebracht in de politiek in de jaren 90. En we werden het eens ongeveer. We zijn van een generatie die zijn het eens. En uit die generatie komt ook voort dat de gemeente dus een soort bedrijf is. Dat je dat, ja, als je aan een andere kant van de sloot gaat staan, dan ben je een spelbederver, zowat. Politiek, dat is dat we het samen snel eens worden en dan de goede dingen doen. Ik kom nog uit een tijd dat politiek vooral ging over het niet eens zijn. Zonder richting misschien, maar gewoon het oneens kunnen zijn over de publieke zaak. Niet met een frame op je, dat je het maar eens moet zien te worden met de anderen. Wel een ordentelijke dialoog, maar dat moet ook een kans kunnen hebben, zou ik denken. En dus dat Martijn om goede redenen zegt, we willen geen gedoe alleen maar in Bloemendaal, want het is al moeilijk genoeg, dat snap ik best wel. Het moet niet naar de ene kant doorschieten en ook niet naar de andere. Maar het politieke moet gewoon zijn kans krijgen. En dat is niet mooi, dat ziet er niet leuk uit. Democratie heeft ook een lelijk gezicht aan de buitenkant. Maar dat moet wel een kans krijgen. Dat is zover we kunnen komen met vredige middelen. En daarna begint iets heel naars. Dus dat moet ook gewoon kunnen. En maar een kans krijgen in de gemeente. Zijn jouw hartstocht en passie dan een soort van metaforen voor politiek? Ja. Oké. Okay. Chris? Nou ja, weer naar Den Helder kijkend. Ja. Dan ga ik zo weer naar Waterland, hoor. Hierna weer naar Waterland graag. Dat zijn wel de twee meest boeiende gemeentes van Nederland. Ja, ik ben het er ook helemaal mee eens. Kijk, je komt veel dubieuze mensen tegen, in alle eerlijkheid. Dus er zijn veel mensen waarbij je denkt, ja, wil ik dit nu? Ik bedoel, iemand die als ambtenaar in een ontslagprocedure heeft gezeten, dan is overgeplaatst aan een andere ambtelijke organisatie, dat tegen de burgemeester gebruikt, wil je die dan als lijsttrekker van de seniorenpartij in Den Helder in de raad hebben? Nee, denk ik. Maar ja, er zijn allerlei... Maar daar gaat die partij dan toch over? Daar ga je toch niet op hem stemmen? Dan moet je vooral niet op die man stemmen, moet vooral journalisten zijn die daarover schrijven. Ik zou niet weten wat daar, hoe ongewenst ik dat ook vind, maar ik zou niet weten wat daar tegen te doen is. Het enige wat er tegen te doen is, is ervoor zorgen dat iedereen weet maar ik zou niet moet stemmen. Ik zou niet weten wat er tegen te doen is. Dat klinkt nog steeds als, het zou wel fijn zijn als er iets tegen te doen is. Of ga je ervoor liggen als iemand er iets tegenbrengt? Ik denk dat je de ruzies in de gemeenteraad zijn niet heel erg inhoudelijk.
Okay. Ik ben daar niet voor. Maar ja, het punt is natuurlijk, wie ben ik om te bepalen dat dit de discussie in de gemeenteraad van Den Helder niet mag zijn? Ja. John, mag ik met je toestemming eerst even naar het publiek? Ja, één aanvulling op wat Chris zegt, heeft gelijk, als de ruzies persoonlijk worden, is het niet functioneel. In mijn gemeenteraad, in Rotterdam, liggen de raadsleden stevast met elkaar over hoop. Over of er wel of niet een nieuw voetbalstadion moet komen, over de zorg, over armoede. Heel veel passie en hartstocht. Over de rol van de islam in de samenleving. Ze ruzien, maar ze ruzien wat inhoud. En de politiek wordt er beter van. Oké. Okay. Publiek. Ik heb altijd Waterland nog in aanbieding. Maar nee hoor, dat is flauw. Nee, maar dan gaan we toch gewoon stemmen. Of wil je nog even aanvullen? Ja? Nou ja, een beetje enthousiasme voor de stelling. Ja. Ik denk echt dat het heel belangrijk is dat mensen met passie in de politiek gaan. En volgens mij gebeurt dat ook. Oké, ga ik nog even naar Martijn die zijn hand opstak. Ja, een raadslid dat is veroordeeld wegens schending van ambtseed, omdat hij vertrouwelijke stukken openbaar heeft gemaakt met veel theater. Oh, we zijn weer bij mevrouw Roos, of niet? Nee, ik wou de naam niet noemen. Ik wil een willekeurig voorbeeld van een willekeurig raadslid dat vertrouwelijke stukken openbaar heeft gemaakt en daar veel theater die van heeft gemaakt. Die wordt uitgezonderd van deze en daardoor, vrijheid die hier en daarvoor, wordt. Ik vraag het, en daarvoor is veroordeeld door de rechtbank. Moet die ook nog het niet. Passief stem, die nog? Is veroordeeld door de rechtbank. Okay. Is mag ik daar nog iets over zeggen? Dus ja. De rechtbank heeft de mogelijkheid om bij bepaalde soorten misdrijven, er is over nagedacht, om iemand uit het passieve kiesrecht voor enige tijd te ontzetten. Maar dat is wat anders dan een verklaring van goed gedrag. Nee, dus wat Martijn zou willen, dat als de rechter had gemeend dat dit zo ernstig is, zoals bij Joop Palme bijvoorbeeld, hè? Of nee, ik zeg het verkeerd, nee, Jos van Rij, dat dus in de buurt komt, dat de rechter zegt, van luister even, dit is zo ernstig wat u heeft gedaan, u kunt of een wethoudersambt niet uitoefenen, dat ten eerste, of ik ga u zelfs ontzetten uit het kiesrecht. Die mogelijkheid bestaat, maar die grens ligt inderdaad heel hoog in Nederland, om redenen. Hè? Je moet dus bijna voor een maar jaar worden. Maar je zegt dus ook, dan moet die rechter dat als dan moet de straf rechter opleggen, dat doen, niet de burgemeester die een soort keuring houdt. Van ja. Goed gedrag. Ja. Oké, okay. Rechter, en de in dit geval ligt nog, is nog hoog gebroken. Of erger, want als de VOG als middel wordt gebruikt om iemand passief kiesrecht af te nemen, dan is het niet de burgemeester, dan is het een ambtenaar. Ach, moeten we niet aan denken. Moeten we nog stemmen? Is er iemand tegen? Nee, er is niemand tegen. We gaan door naar de volgende stelling, Geert. Ja. Dankjewel. En applaus voor Wim. Ja. Voorstel aangenomen. Ja, dames en heren, ik maak me grote zorgen om de gemeenteraad, vooral in Nederland, en hoe er naar gekeken wordt, zoals we net over hadden. En ik kreeg het perfecte voorbeeld aangereikt voor hoe mooi het ook kan werken. Namelijk het plaatsje Frome in Engeland, waar ik net over geleerd heb. In de buurt van Bristol. Ik ben er zelf nooit geweest, maar ik geloof dat de heren daar een deel van hun boek geschreven hebben. Of daar in de buurt ergens omtrent. Heel lieflijk lijkt me dat. Ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is. Een lokale partij die eigenlijk laat zien hoe sterk lokale democratie eigenlijk los van nationale politiek kan werken. En zelf waren Wim Voermans en ik van de week ook in het Nederlandse Frome. Daar zou je ook eens moeten gaan kijken, namelijk in Barendrecht. Dat ligt er net onder de rook van Rotterdam, die mooie stad van jou. En daar zit namelijk een partij in het college, dat heet EVB, Echt voor Barendrecht. En daar zitten een paar wethouders, onder andere een jongen van mijn leeftijd ongeveer, die is wethouder financiën. Nou, ik kan niet goed beoordelen hoe het bestuur daar is, maar volgens mij is er veel enthousiasme over. En die lokale partij die gaat dus gewoon niet alleen nu, niet alleen vorige maand, maar al 2 jaar, 3 jaar gaan zij, elke zaterdag gaan zij van deur tot deur in verschillende wijken van Barendrecht. En dan gaan ze met mensen praten. Nou, dat is toch mooi? Dat is toch schitterend? En dan kunnen mensen ook ideeën inbrengen. En ze hebben dus heel veel contact met burgers. In die partij zelf, in dat EVB, zitten oud-PVDA'ers, SP'ers, PVV'ers, FVD'ers, VVD'ers. Ze zitten allemaal door elkaar. Dus er is geen enkele nationale partijlijn die dat idyllische lokale bestuur doorbreekt. Er zijn wel politieke issues, het wordt wel politiek gemaakt, maar het gaat dan om lokale politieke thema's. Waarom zeg ik dit allemaal? Mijn stelling is, er mogen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen geen landelijke partijnamen meer op de kiesbiljetten staan, op de stembiljetten staan. Ik vind dat we artikel uit mijn hoofd G4 van de kieswet moeten aanpassen. Kijk even naar de staatsrechtgeleerde. Daarin staat dat je de omschrijving waar je, de aanduidingen voor de kieslijsten, hoe die geregeld worden. Je moet je nu registreren als partij. Als je een landelijke partijnaam hebt, hoeft dat niet. Dan kun je gewoon meedoen, want die naam is al geregistreerd. Maar je zou eigenlijk daar een clausule moeten in opnemen dat eigenlijk voor de lokale verkiezingen de naam niet overeen mag komen. Of er mogen ook geen combinatie meer zijn met met de landelijke partijnaam. Dus geen PVDA meer, geen VVD meer, geen SP meer, maar gewoon een lokale naam. Mogen best lokale afdelingen zijn, want lokale afdelingen van landelijke partijen zijn niet erg. Die zijn heel slim, die kunnen
profiteren van het landelijk netwerk en van de kennis van de partij en de ondersteuning. En ze kunnen bovendien een soort kweekvijver zijn voor nationaal politiek talent. Helemaal niks mis met lokale partijen of lokale afdelingen van nationale partijen. Maar laten we vooral erkennen dat lokale politiek lokaal is. En tot slot, ik denk dat ik bijna aan het einde van mijn 3 minuten ben. Tot slot zou ik dan ook zeggen, kijk vooral op 20 maart 's avonds niet naar de televisie. Want dan ziet u een vreselijk tafereel. Een soort slachthuis van de lokale democratie. Want daar wordt namelijk het NOS-debat georganiseerd. Waar 13 lijsttrekkers van landelijke politieke partijen uit de Tweede Kamer met elkaar in debat gaan over gemeentepolitiek. Ik zou zeggen, parlementariërs, terug in je hok. Boycott het NOS-debat. En geen landelijke partijen meer met inmenging in de lokale democratie. Zo. Punt gemaakt. Het wordt spannend, want gaan we alle 4 de voorstellen hier vanavond aannemen? Jury, jullie reactie graag. Nou, het is heel simpel. Je moet gewoon kijken vanuit wat burgers fijn vinden. En burgers hebben iets met merken. Dus sommige merken zijn bekend, ja. En sommige merken zijn niet bekend. We weten niet meer wat we moeten stemmen dan. Nou, het is heel simpel. Stem ook al. Het jaar van Club in Barendrecht begint. Er zijn er veel meer. Leven Rotterdam is natuurlijk heel erg bekend. Je hebt er in Zuid-Holland ontzettend veel. Dat is Nieuw Elan. Hart voor Bloemendaal. Maar zit jij hier nou een pleidooi te houden dat we in een democratie gaan stemmen op merken? Nou, dat doen we al, want Het CDA is ook een merk. En het CDA is een merk daarvan. Het kan natuurlijk zijn dat het lokale CDA helemaal niet meer is wat je denkt dat het is. Maar dat zijn ook bekende merken. Dus ik zou niet weten waarom je allerlei labels waar mensen betekenis aan geven. En die mensen kunnen herkennen. Waarom je die weg zou gooien. Ik wil andersom. Ik zou zeggen, de labels die bekend zijn geworden van die lokale partij die altijd als voorbeeld worden gebruikt. Ja, nou ja, dat laat zien dat het heel perfect mogelijk is om een hele goede, grote lokale partij te worden. En daarvoor hoeven we die landelijke labels ook helemaal niet weg te gooien. Dus ik zie eerlijk gezegd niet zo goed welk wat probleem. Oplost. Okay. Het lost. Weer loskoppelen. De constatering, welk probleem lossen we op? Nou, ik zou het loskoppelen van te makkelijk het claimen van lokale politiek door landelijke partijen en door vooral de partijleiders. Geef de NOS, ga nou eens een keer serieus beleid voeren op wat de Nederlandse en verbied ze dit soort debatten te maken. Oké, okay, dat wil ik wel mee eens. Aanvullende amendement aangenomen. Het zou heel nuttig zijn om die avond een debat te hebben over de sleepwet. Zo super, ja. Nee, begrijpt niemand. Maar niemand bij de NOS kan dat bedenken, kennelijk. Dat er ook een nationaal thema speelt deze keer. Dat een nationaal thema is. En dat daar die lijsttrekkers echt wat over zouden kunnen zeggen. Chris. John. Ja. John, ja. Oké. Okay. In de politiek worden ook dus dit soort voorstellen gedaan. Ik noem dat altijd een beetje een... David van Rijnboek voorstellen. De analyse is briljant, maar de oplossing is gewoon leuk. Oké, ik ben dood. In de politiek zeg je dan dat dit een sympathieke motie is. Want hij heeft natuurlijk hartstikke gelijk. Het is hartstikke vervelend dat er mensen op de lijst staan die vooral politiek georiënteerd zijn. Als er mensen lid worden van een politieke vereniging, dan is dat meestal een landelijke partij, omdat ze iets zien in het landelijk beleid. En lokaal komt er later vast bij. En dat is best wel een flessenhals. Maar klopt dat? Vergissen ze zich daarin? Wat zeg je? Vergissen ze zich daarin, die burgers? Nou, dat wat landelijk gebeurt waarschijnlijk dan ook wel in de... Nou ja, je zou het wat naïef kunnen noemen misschien. Ja. Want je kunt, en dat schrijven Meijnert en Martijn ook leuk in het boek, het kan best zijn dat je vanuit een bepaalde intentie in de gemeente Waterland iets anders vindt van de groenvoorziening dan in Haarlemmermeer. En dat is volgens mij ook zo. Ook al ben je lid van dezelfde politieke vereniging. Ja. Maar het punt is dat het voorstel wat Geerten doet, hoe raak dat ook is, dat het waarschijnlijk niet iets is waar je de kiezer heel blij mee maakt. En sterker nog, ik vind het ook wel wat hebben als mensen zich landelijk verenigen. Dat je ze zegt te staan voor een zaak, voor een bepaalde visie op de samenleving. Wat het CDA en de PvdA en de VVD en GroenLinks en al die andere landelijke partijen allemaal doen natuurlijk. En dat idee wil ik ze ook niet afnemen. Wat ik wel graag zou willen is dat de bewoners van planeet Binnenhof zich minder met onze gemeenteraad... Ja, want het gaat twee kanten op. Geert, jij schetste, er gaan ineens in Barendrecht allemaal mensen bij elkaar zitten die als je het landelijk perspectief neemt, dat kan helemaal niet. Nee, ja. Dat is de ene kant. En dan heb je nog dat er vanuit Den Haag blijkbaar bemoeizucht is. Ja. Maar goed, jullie zijn met de analyse eens. Dat is eigenlijk wel heel jammer, zeggen jullie ook. Ja, hij heeft één amendement al aangenomen. Kunnen we het voorstel amenderen of omvormen of een nieuwe oplossing voor dit probleem? Nou ja, als je zoiets als het NOS-debat verbiedt, en ik hoop niet... Ja, dat zijn we het ook al over eens. Dat het ook echt kunnen verbieden, want het is schadelijk voor het functioneren van onze lokale democratie. Niets anders dan dat. Maar dit probleem, dat je wil dat soms... Er is één oplossing voor het probleem.
Nee. En het probleem dat je soms wil, dat op gemeentelijk niveau zijn zulke andere dingen aan de hand, dat je vindt dat er gewoon hele andere combinaties van mensen... Ik zou bijna zeggen... Nee, wel vervelend zijn. U gaat de hele zaal heel hard gapen. Dan moeten we meer investeren in lokale journalistiek. Yes. Ah, Nederland. Ja. Maar laten we dat punt wel even maken. Al honderden keer in dit soort zaaltjes wordt gezegd, oh, zo belangrijk. En uiteindelijk hebben we er geen stuiver voor over met z'n allen. Shame on you. En dan maakt dat NOS-debat helemaal niks meer uit als die lokale journalistiek. En één ander ding. Op het moment is het zo dat de Rijksoverheid landelijk opererende politieke partijen financiert. Daar is een pot met geld voor. Die pot is ongeveer 5 miljoen uit mijn hoofd. En daar worden landelijke partijen worden daaruit gefinancierd. Lokale partijen die 1/3 van alle raadszetels bezit in de gemeenteraden, niet. Die krijgen geen euro subsidie. En dat moet ook eens veranderen. Martijn, wil je wisselen van voorstel? Dan nemen we deze of het blijft de jouwe voorlichting? Geerten is het, maar... dit mag er ook wel bij als amendement. Ik wil alleen nog even zeggen dat John nog gelijk heeft dat met David van Rijbroek voorstel. Dat is heel pijnlijk om dat te horen. Maar het is natuurlijk wel zoiets als je vraagt aan de kalkoen dat we gaan eten met kerst. Want die politieke partijen landelijk moeten natuurlijk wel dan die kieswet gaan aanpassen. Ja. En dat zullen ze nooit doen, want ze zijn allemaal veel te blij om zich met de lokale democratie te bemoeien, helaas. Maar, ja. Maar dan hebben we nu echt geen reden meer. Jawel. We moeten gewoon blijven strijden. En stem dan maar op een partij die... de lokale partijen hebben geprobeerd zich landelijk te verenigen. Die kregen geloof ik 5000 stemmen of zo. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Ja, het is ook maar, op provinciaal niveau een paar keer gebeurd. Het zou wel kunnen. Maar je moet in ieder geval een ambassadeur hebben. Zelfs niet met echt voorbarend recht. Precies. En als je dan de oplossing weer zoekt in landelijk verenigen... Dan dat werkt dus ook helemaal niet. Omdat die John zegt dat ze zoveel verschillen. Dan ben ik nu wel bij Martijn. Ik wil Geert graag vragen om een prognose. Op dit moment komt bij lokale verkiezingen 55% van de kiezers opdagen. Ja. Als jouw voorstel wordt aangenomen, wat is jouw prognose? Hoeveel procent zou er dan komen stemmen? 60. Want meer aansprekendheid. Ja, wat zijn die prognoses? Je weet dat van de VVD, waar je zelf de fractievoorzitter van bent, dat er heel veel partijen zijn zoals Vlieland, die zich gewoon massaal zich distancieren van de landelijke VVD en onder hun eigen naam verder gaan. Nieuw Liberaal Vlieland bijvoorbeeld, omdat ze geen zin meer hebben om te leiden onder het juk van die landelijke partijpolitiek. Zolang dat met die subsidie wat John net zegt wordt opgelost. Ja. Dus dat voorstel is ook aangenomen. Zij zeggen daar op Tieland liever vrijheid dan geld, blijkbaar. We gaan even naar het publiek. Wie bent u? Ja, nog. Ik heet Carolien en ik ben ook als geïnteresseerd burger hier. ik dacht, misschien kunnen we de kieswet nog aanpassen dat we voor de lokale gemeenteraadsverkiezingen dan verplicht moeten stemmen. Ah ja, verplicht stemmen. Dat is een heel nieuw voorstel. Ja. Hebben we tot kort. 1970 gedaan. Is eigenlijk, de boodschappen is er slecht van en de normen is er slecht van. Zelfs de Belgen hebben het losgelaten de laatste tijd. En dat is ook een dysfunctioneel middel. Maar toch nog even over de teloorgang van de opkomst bij de lokale verkiezingen. Die stond in 1978 nog bijna even hoog als de landelijke verkiezingen. En iedereen staat de hele tijd nee te schudden en het heeft er allemaal niks mee te maken. Maar de slag van de herindelingen houdt gelijke tred met het de afkalven van de opkomst bij lokale verkiezingen. Hebben wij in ons boek proberen te laten zien. Dat heeft met elkaar te maken. Dus als je het politieke in de gemeente politieker weet te maken. Nou, of het 55 of 60% zal zijn, maar dat zal zeker wel gaan helpen, denk ik. Ja. Meindert, die steeds vinger op. Dat is de laatste en dan gaan we stemmen. Zeg maar. Ja. Dat probleem hebben wij ook proberen op te lossen door te zeggen, op gemeentelijk niveau zou je het districtenstelsel in moeten voeren, zodat je per dorp een afvaardiging naar de gemeenteraad krijgt. Dat doen we in deel 2. Zullen we dat doen? Volgende week, als we hier weer zitten. Heel goed. Ja, oké. Ja, dat ligt hier voor. Hebben gelezen voor de stemming. We gaan stemmen. Landelijke partijen, die naam, die brand, komt niet meer voor op gemeentelijke stembiljetten. Mag ik de handen die voor zijn? Toch wel. Jullie willen wel zien wat er dan gebeurt. Ik voor de kijkers thuis. Ik zie indoctrinatie. Het is een minderheid. Wie boycott het NOS-debat? Wie boycott het NOS-debat, ja. Ja, goed zo. Oké. Wie, ja? Nee, goed. Ik wou zeggen, wie wil hier... We gaan ophouden, we moeten. Helaas, het voorstel van Geert is niet aangenomen. Het leukste voorstel is niet aangenomen. Van Wim, het leukste, en eigenlijk waren we het ook allemaal over eens, het is niet de analyse van het probleem, maar de oplossing. Dus verzin wat anders, en dan doen we het volgende week. Mag ik een hartelijk applaus voor deze twee heren en voor de jury. Ga lekker zitten. En ook, ja, John Bell... En Chris Albers, ook een hartelijk applaus. Dat zat daar al in, geloof ik. Ja, we gaan zo meteen bij de bar allemaal nog elkaar op de schouders kloppen en zo.
Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Drie voorstellen aangenomen, dat is duidelijk. Mij als buitenstaander en leek, zou ik toch ook wel willen zeggen, heeft het toch ook verbaasd, en dat ga ik jullie aan de bar vragen, en dat weten de kijkers dus thuis dus niet het antwoord op, hoe het nou komt dat die burgerparticipatie, die actieve, hè, dat Vroom is even voorbij gekomen, Vooruitboek wordt een beetje lacherig over gedaan, waar zijn de burgerbegrotingen en zo, dat is het blijkbaar allemaal niet. Dat verrast mij en ik ga er vanavond hard over nadenken hoe dat komt. Maar een aantal dingen zijn hier heel duidelijk wel naar voren gekomen. We gaan allemaal niet kijken de 20e, dan gaan we allemaal de sleepwet, denk ik, de stukken lezen. Het hele stuk. We gaan geen consultants bellen. We gaan gewoon zelf bedenken wat we van die sleepwet vinden. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken en graag tot zo bij de bar. Dankjewel.